Welkom bij de 5e aflevering van de podcast. Bedankt. Ja, weet je, ik heb er nu 4 opgenomen en het was allemaal zo houterig en saaiig. Ja, dus nu wil je tenminste, de afleveringen zijn niet saaiig, want anders ga ik nu mijn eigen ding een soort van saai doen. Ja. Maar als ik mezelf terugluister, denk ik, jezus, ben jij nog een houten Klaas, weet je wel. Dus ik dacht, laat ik eens een keer een soort van intro doen of zo. Ja. Welkom bij de 5e aflevering van mijn podcast. En we hebben vandaag Laura Hospes. Ja, klopt. En we hebben vandaag ook voor het eerst beeld bij de podcast. Ja. Daar. Ja. Het nice, hè? Het staat daar, ja. Eerst zaten mensen alleen maar naar een plaatje te kijken op YouTube. Ja, dat wordt een beetje... En nu zien we ook hoe je eruit ziet en zo. En waar we zitten. Dat weten op een gegeven moment wel veel mensen van mij natuurlijk door een fotografie. Maar zo zien ze me ook in blije versie. Nou, precies. En het kijkt misschien wat makkelijker dan een statische afbeelding. Ja, maar leuk, welkom dat je er bent. Bedankt. Wij kennen elkaar al een tijdje. Ja, klopt. En de mensen die luisteren, die denken, vertel. En dat gaan we nu doen. Ja. Want wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet in de gallery. De Kahmann Gallery, daar is hij weer. Ja. Daar hebben we al een aantal keren over gepraat, ook in deze podcast. Oh, okay. Maar het bijzondere van ons... verhaal is dat wij op dezelfde dag getekend hebben bij de gallery. Echt geinig. Samen met Rogier Houwen. Ja. En Rogier Houwen is er nu niet. Nee. En ik weet niet of hij ooit een keer in de podcast komt. Nee, dat gaan we zien. Misschien ga ik hem eens een keer uitnodigen. Ja, zou je het moeten doen. Maar we zijn een beetje, we zijn op dezelfde dag erin gekomen. Ja, klopt. En toen kende ik jouw werk nog helemaal niet. Tenminste, ik wist natuurlijk wel een beetje wat je deed, maar ik was er nog niet heel erg bekend mee. Nee. Ik vond de eerste keer dat ik je werk zag heel, heel mooi, maar ook heel heftig. Ja. En misschien is het goed om even aan de mensen, luistermensen, te vertellen. Wat doe jij? Wat doe ik? En hoe ben jij gekomen tot het moment waar... op wij allebei diezelfde dag onze handtekening zetten. Ja, precies. Ik maak dus zelfportretten. En de reden waarom je dat dus heftig vindt... is omdat ik natuurlijk mijn eigen depressie heb gefotografeerd. Middels zelfportretten. En dat heb ik gewoon gedaan. En ik was opgenomen in die kliniek en ik ging eigenlijk gewoon door met fotograferen. Ik deed een fotografieopleiding op dat moment. Het was eigenlijk heel logisch om op dat moment door te fotograferen. Mensen zeggen nu, hoe kan dat nou gelukt zijn? Hoe kan je nou fotograferen als je zo depressief bent? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus je was eigenlijk al aan het fotograferen en toen werd je depressief? Ja, toen ben je gaan doorfotograferen? Ja, op mijn 16e begon ik al zelfportretten te maken. Mm-hmm. Maar dat was meer gewoon als een soort van hobby met... Nou, mensen spelen computerspelletjes thuis... of andere mensen die gaan afspreken met vriendinnen. Nou, ik ging thuis mijn camera opzetten... en allemaal sjaals pakken en sieraden. En ik pakte een huisdier erbij. Die zette ik dan op een stoel en dan maakte ik zo'n foto. En dat vond ik dan superleuk om te doen. En dat deed je voordat je een opleiding ging doen? Ja, dan greep ik mijn zusje van de gang... en dan zei ik, kom, je moet even op mijn foto. Nou, dan werd ze weer helemaal opgetuigd met allemaal dingen. Dus dat deed ik al heel lang... En op een gegeven moment merkte ik dus... ik kan mijn eigen emoties soort van daarin kwijt. Dus dat deed ik ook al op zich al een tijdje. Maar er is een moment geweest waarop je depressief raakte. Ja. En waarop het eigenlijk vrij snel... Die depressie werd heel heftig. Ja, klopt. En wat ik begreep van de gesprekken die wij eerder hebben gehad... is dat je op een gegeven moment fotografie bent gaan gebruiken... om juist ook... daar doorheen te komen? Of om het een plek te geven, om het te verwerken? Nou ja, ik werd inderdaad op een gegeven moment opgenomen op een psychiatrische afdeling, omdat ik een zelfmoordpoging had gedaan. En toen kwam ik daar op mijn... ik had geen schoenen, want ik was met een ambulance binnengebracht. Dus ik had überhaupt geen spullen. Dus ik moest op sokken toen naar de psychiatrische afdeling lopen, zeg maar. En ik had wel een telefoon. Ik weet niet wie die telefoon voor mij had meegenomen, maar ik had blijkbaar een telefoon. En dus ik werd daar de eerste nacht wakker en toen maakte ik, of eerste ochtend soort van, het was super mooi weer buiten. En ik deed zo'n gordijn open en ik dacht, waarom is het zo mooi weer? Terwijl het echt in mijn hoofd zo slecht voelt. En ik weet niet meer wat ik, wat ik aan moet met mezelf. En toen maakte ik dus met mijn telefoon een foto. Want ik weet niet, dat triggerde iets of zo. En toen was die foto zo beeldend voor wat ik in mijn hoofd voelde. Dat ik dacht, shit, waar is die camera? Want die hielp me natuurlijk altijd met het verwoorden van die emoties, zonder dat ik daar woorden aan hoefde te geven, soort van. Mm-hmm. En zo ben ik dus doorgegaan inderdaad. Dat ik, dan had ik zoveel emoties in mijn hoofd die ik gewoon niet kwijt kon. En dan ging ik fotograferen en dan had ik daarna, of soms had ik daarna, een stukje opluchting. En ja, op die manier hielp dat wel, ja. Ja, het heeft er niet voor gezorgd dat het minder heftig werd, die depressie. Want het is daar nog veel slechter gegaan. Maar mm-hmm. Op een moment gaf het je een soort van rust in je hoofd om op dat moment misschien wel ook iets anders aan je hoofd te hebben dan waar je op dat moment daarvoor was. Of was dat... was je er heel bewust van dat fotograferen? Nou, ik moet zeggen, dat hele jaar is eigenlijk een beetje een grijze wolk. Want je zit altijd in dezelfde omgeving, in dezelfde kamer van 8 vierkante meter. En dan ga je niet meer het verschil zien tussen de maandag en de donderdag, zeg maar. Dus ik kan me sommige momenten van het fotograferen nog wel herinneren, maar andere ook echt helemaal niet. Dat ik denk, heb je deze foto ooit gemaakt? Oh, geinig. Ja, en als ik er dan naar kijk, denk ik wel zo. Ik was wel echt depressief toen. Als je daar dan zo die eerste serie foto's die ik van je zag, daar voel je dat ook wel heel erg in. Ja. Maar aan de andere kant heeft het ook een enorme schoonheid, vind ik. Omdat het is zo intiem. Ja. Het is heel heftig. Ja. Maar het is aan de andere kant ook wel weer een soort van beeld wat je ook niet kent of zo. Nee. Dat kan in ieder geval heel goed. Misschien mensen die zelf die ervaringen hebben, dat die... Ja. Heb je mensen gesproken die in zo'nzelfde situatie hebben gezeten, die jouw werk kennen of die jouw werk zien? En wat is hun reactie dan? Snappen ze het? Ja, ik heb wel teruggehoord van iemand die zei bijvoorbeeld... Wow, dit is echt... Ik zag een foto van jou en toen dacht ik, dit is hoe ik me voel en ik kan het niet uitleggen. Soort van. En dan kan ik het met die foto laten zien aan mijn vriend bijvoorbeeld. Kijk, zo voel ik me. En dat is wel heel fijn als je zo'n soort van communicatiemiddel voor die mensen. Ja, want voor heel veel mensen die jouw werk zien, is het een kijkje van veraf. Ja. Denk ik. Dat zijn over het algemeen mensen die niet in die situatie zijn geweest. En die dat dus misschien op die manier dan ervaren. Maar ik kan me voorstellen als je zelf in zo'n situatie zit, dat je heel goed begrijpt wat die donkere plek dan is of zo. Ja, nou ja, het is wel bijzonder. Want als ik nu terugdenk aan hoe depressief ik was, kan ik het ook niet eens meer voorstellen hoe heftig het was. Dat het zo heftig was dat ik gewoon oprecht niet meer wilde leven. Dat kan ik me eigenlijk nu al niet meer voorstellen. Moet je nagaan, mensen die het dus helemaal niet meegemaakt hebben. Mm-hmm. Die kunnen het zich helemaal niet voorstellen. Dus... Nee, want we praten inderdaad over het verleden, want het gaat nu veel beter met je. Ja. Hoe lang heeft die periode geduurd dat je wel nog zo diep daarin zat? Nou, ik werd in april 2015 opgenomen. En in eind 2017 heb ik pas een huidtransplantatie gehad. En toen is het nog 1 keer misgegaan, maar daarna is het wel echt een stuk beter gegaan. Dus je bent eigenlijk nu 1,5, 2 jaar... Ja. Ja, moet ik zeggen, genezen? Is dat een goede... Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Nee, dat geeft niks. Nee, in mijn geval denk ik niet dat het genezen is. Ik denk dat ik er altijd wel last van blijf houden met periodes en zo. Maar in ieder geval beter. Ja, ik weet ook niet hoe ik het zelf moet noemen, hoor. Nee, het is niet dat je ziek bent en dat je dan geneest. Nee, het is niet inderdaad een gebroken arm die geneest. Nee, maar het is wel iets waar je nu beter mee om kan gaan. Ja, is dat misschien een betere... Ja, ik heb medicijnen en ik heb ook... op het moment dat je er zo diep in zit, heb je een soort van niet meer een eigen wil om beter te worden. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde tools gekregen om jezelf... staande te houden, zeg maar die motivatie is er niet om daaraan die te gebruiken, soort van. En nu is die kracht er wel, omdat ik denk, ik wil wel blijven leven. Het zou nu zonde zijn als ik wordt aangereden door een auto. Ja, zeg maar zo. Precies. Die mindset is wel echt veranderd. Is anders, ja. En ik merk nu, als het weer gebeurt, zeg maar, ik heb nog steeds wel van die gedachtes van, nou ja, ik denk dat dat gewoon bij mij hoort, soort van bepaalde suïcide gedachten of zo. Maar dan weet ik van, oké, dit ben ik niet per se of zo. Dit is gewoon een gedachte en die kan ik zo weer... Ja, die moet je weer wegstoppen. Ja, en ja. Dat is het. Ja, nou ja, dan begrijp ik waar die vandaan komt. Als ik bijvoorbeeld een rotdag heb gehad of zo, dan denk ik, oké, kom daardoor, morgen is weer beter. Oh. Is dat iets wat je al lang hebt gehad? Is dat, ik weet niet hoe dat... Ja. Als je terugdenkt aan je jeugd, zijn dat dingen waarvan je denkt, nou, die herken ik al van toen? Of is dat pas later in je leven gekomen? Nee, nou ja, het kwam... dat het echt duidelijk was begonnen, is dat ik toen ik 17 was een eetstoornis kreeg of zo. En toen werd ik daar ook heel depressief bij. Alleen toen dacht ik, en iedereen vertelde mij dat ook, van ja, als je niet eet, word je depressief. Dat is logisch. Dus ik dacht, prima, als ik weer ga eten, dan is het weer depressief. Ja. Toen werd ik ineens depressief, terwijl ik wel gezond had. Toen dacht ik echt, wat moet ik hier nou mee? Dus zo ging dat toen een beetje mis. Maar het is niet dat je terugdenkt aan je jeugd en dat je denkt, nou, daar had ik ook al... Nee. Dat is pas later de leeftijd gekomen. Ja, het is al later gekomen, denk ik. Ja. Hey, en vanaf wanneer ben je gaan fotograferen? Was dat wel al vanaf een jonge leeftijd? Nou ja, 16. Dus toen kocht ik een camera. Want ik zag mijn nicht fotograferen. En die had foto's gemaakt van onze familie. En toen dacht ik... En die had zo'n spiegelreflex, zo'n beginnerspiegelreflexje. En heel schattig. En ik vond dat echt een enorme camera op dat moment. Want mijn moeder had altijd van die... hoe heette die kleine ook alweer? Nee, niet het systeem. Nou ja, zo'n ander digitaal ding. En dus ik zag mijn nicht fotograferen. En toen kwam daar... zag ik op het schermpje wat ze gefotografeerd had. En toen dacht ik echt, wat? Dit is zo mooi. Dit wil ik ook doen. Dus toen kocht ik die camera, die exact diezelfde camera als zij had. En toen vroeg ik al haar instellingen. En toen had ik die. En toen maakte ik een foto. En toen dacht ik, het ziet er helemaal niet hetzelfde uit. Dus toen... ben je gewoon zelf gaan experimenteren en zelf gaan... Ja, toen ben ik een beetje gaan proberen en googlen en YouTube en weet ik veel wat... om maar te kijken van, nou ja, hoe werkt dit ding eigenlijk? Want ik wist echt helemaal niks. We waren ook niet opgegroeid met, we gaan naar musea of een fotomuseum of weet ik veel wat. Helemaal niks. Dus ik ben gewoon gaan proberen eigenlijk. En ja, dat was best leuk. Ja. Hey, en want je fotografeert voornamelijk jezelf? Ja. Ja. Was dat ook iets waarmee je al begon? Of heb je ook idee gehad om anderen te gaan fotograferen? Ik heb het wel gehad. Ik begon echt met mezelf, omdat ik had zelf ideeën en dan was ik daar zelf dat aan het maken en zo. En soms vroeg mijn zusje dan wel om een soort van figurant te zijn, maar andere mensen durfden niet zo goed te vragen. En op een gegeven moment ging ik fotoacademie doen. En toen dacht ik, nou moet ik eigenlijk wel andere mensen vragen. Want als je fotograaf bent of wordt, dan moet je andere mensen fotograferen. Het kan niet dat je dan jezelf fotografeert. Dat idee had je? Dat idee had ik, ja. Mm-hmm. Dus daar ging ik fotograferen en dan ging ik andere mensen fotograferen. Dat vond ik helemaal niet heel leuk. Ik vond het echt, ik weet niet wat het was, maar ik vond het heel spannend. Vond je het ongemakkelijk? Ja, ik vond het heel ongemakkelijk. Om ze te vragen of om ze ook te fotograferen? Nee, ook het fotograferen. Het vragen vond ik dan nog niet eens zo heel erg. Maar het fotograferen die dag... Dat was echt hel. En ik werd toen ook al steeds depressiever. Dus dat werkte echt niet goed samen. Dat ik op een gegeven moment dacht... als ik nou in de sloot in rijd, dan hoeft het niet of zo. Oh ja. Dus toen dacht ik, oké, dit gaan we dus niet meer doen. Nu ga ik gewoon degene fotograferen die ik het beste ken. Dat is mezelf. Nou ja, ik dacht op een gegeven moment nog... misschien moet ik dan maar natuur gaan fotograferen of gebouwen of zo. Want ja, dat doen mensen ook nog wel. Ik wist er helemaal niks van. Maar ik vond natuurfotograferen, dat gaf geen voldoening. Nee, ik zie jou ook niet met zo'n grote telelens achter vogels aan. Nee, ik vond mensen gewoon echt super interessant. Maar ik zat tegen dat probleem aan dat ik die dag gewoon vreselijk vond. Dus dat was niet heel handig. En op een gegeven moment legde ik bij een beoordeling allemaal zelfportretten neer. Want ik had te weinig werk gemaakt of zo. Want ik durfde niet meer, bla bla. En toen zaten ze allemaal, wat? Waarom heb je dit nooit laten zien? Waarom ga je hier niet mee verder? En toen dacht ik, oh, kan dat? Te gek. En toen kwam ik het werk van Francesca Woodman tegen. En toen dacht ik, oh, zelfportretten is ook een ding. Aha. Dus ja, toen ben ik dat een beetje meer gaan uitbreiden. Zelfportretten zijn al zo oud als de schilderkunst. Maar dat wist ik dus helemaal niet. Nee, ik had geen idee. Ik dacht, als je fotograaf bent, moet je een ander fotograferen. Punt. Ja. En gefotografeerd worden door een ander. Want wij hebben, voordat we hier begonnen te praten, heb ik jou gefotografeerd. Ja. Omdat ik er nu een soort van ding van gemaakt heb dat iedereen die hier komt zitten... Een foto, op de foto moet. Ja, die moet op de foto. Ja. Vond je dat ongemakkelijk? Nee, dat vind ik veel minder ongemakkelijk. Ik denk, het heeft wel te maken met soort van iets van dat ik iets moet presteren. En ik wil er graag zelf iets inleggen in die foto. En ik kan dat intieme waarmee ik wil fotograferen, dat kan ik niet achter een camera op iemand anders richten of zo. Dus dat is die ongemakkelijkheid. Dat ik gewoon, van het zelf fotograferen van anderen. Ja. Maar op het moment dat je zelf in het licht staat en een camera op je gericht, dan heb je dat niet. Dan kan ik dat helemaal loslaten van, dus het gaat puur om de handeling van het maken van een foto van iemand anders. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Omdat het vaak juist... Ik heb het dan zelf andersom en heel veel fotografen zullen dat andersom hebben. Ja. Het fotograferen is mooi veilig, want je staat er zelf en je hebt zelf de controle. Ja. En je kan zelf bepalen hoe dat dan allemaal gaat. Ja. En het een beetje bluffen af en toe. Ja. Want we hebben het over ongemakkelijkheid. Maar ik vind, ik heb heel vaak nog momenten dat het ongemakkelijk is. Ja. Dat je elkaar net niet aanvoelt. Of, weet je, het kan een heel ongemakkelijke situatie opleveren. Ja. Maar dan sta je wel nog daarachter. Ja. Ik vind het juist mega ongemakkelijk om aan de andere kant te staan. Ja. Iemand met mij. En dan betrap ik mezelf erop dat ik dezelfde reacties ga geven als mensen die voor mijn camera staan, waarvan ik denk, wat een rare reactie is dit, weet je wel. Weet je wel, als iemand dan heel lang doet, weet je, en ik doe het zelf ook, en dan nog even een ander hoekje, en dan dingetje, dan betrap ik mezelf erop dat ik zeg, zo, nou gaat die, staat het er al op? Dat ik denk, dat moet ik helemaal niet zeggen, weet je. Lekker bezig. Maar dat is gek. Hoe je je dan verandert als je aan die andere kant staat. Dat is echt een transformatie, Nee. En ik weet dat ik op een gegeven moment moest ik een portret hebben. Van mezelf. Ik stuurde ook wel eens een zelfportret in. Ja. Als er bijvoorbeeld bij een interview een portret nodig was. Dan zei ik van, ik heb nog wel zelf wat gemaakt. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik, misschien is het handig om ook een andere. Dus in Amsterdam zit Tintype Studio. Ja. Die doen met die glasplaten. Ja, precies. Collodion, waanzinnig. Ik denk, ga ik dat doen? Ja. Want dan moet je gewoon 8 seconden stilzitten. Precies, En ik vind het hele proces vond ik heel interessant. Ja. Analoog proces en ook daarna hoe dat dan helemaal tot stand komt, vond ik waanzinnig. Maar ik dacht, dat is mooi. Want dan ga je ook zitten met een standaardje. En dan want je moet echt... Je krijgt hier een standaardje in je nek. Ja, je moet stil blijven zitten. En als je dit doet... Ja, dat zien mensen nu in hun oortjes niet. Maar als ze naar de YouTube kijken, als je een beetje met je hoofd schudt, dan word je heel blurry. En dat vind ik zelf te gek. Ik doe het, ik gebruik dat juist soms heel vaak. Ik gebruik dat soms. Maar als het niet bewust is, dan ziet het er niet uit. Nee, is ook zo. Maar jij schiet ook analoog? Ja, ik schiet ook al analoog. Alles analoog? Ja. Nee, nu niet meer. Ik begon digitaal en toen ging ik op analoog over, omdat ik een camera van een vriendin van mijn oma kreeg. Want als je zegt, ik ben fotograaf, komt iedere oma met 10 vriendinnen aan die overal nog wel een zak camera's hebben liggen, blijkbaar. Graag, kom maar. Dus ik, kom maar. Er bleek de focus van kapot te zijn, dus ik bestelde weer. Welke camera was dat? Het was een Zeiss Icon Netar. Dus dat is zeg maar zo'n platte camera en dan druk je op een knopje en dan flap de lens er zeg maar uit met zo'n mini balgje. Echt heel schattig. Maar dat was 120 rolfilm. Maar de focus was dus kapot. Dus ik probeerde nog aan een tang. Toen maakte ik hem kapot. Toen dacht ik, shit, oké. Heb ik exact dezelfde camera besteld. Via eBay of zo. Want ik vond het wel echt een chille camera. Ik kon alles instellen. Het was allemaal handmatig. Was het een hele oude? Of was het het was heel oud. Ja, heel oud. 1950 of zo waren de laatste gemaakt of zo. Ja. Dus, ik heb er volgens mij ook nog eentje staan. Ja, volgens mij staat er zoiets achter je ook. Nee, hij is wel iets kleiner. Dit is een Polaroid. Hij is wel iets kleiner. Maar heel schattig gewoon. En heel, heel handzaam. En je hebt daarmee gefotografeerd? Ja, daar ging ik mee fotograferen. Daar ging ik voor het eerst soort van analoog mee fotograferen. En eerst draaide ik nog hem op zijn zij als ik een portret wilde maken. Toen bleek dus achteraf dat alles vierkant was. Nee. Ja, echt. Zo weinig wist ik van dat ding. Dus ik ging maar gewoon proberen. Ja. Dus, nou ja, en ook dat ik gewoon het ontwikkeld had en al die film al had gezien en dan nog steeds hem op zijn zij draaide en echt na 3 rolletjes er pas achter kwam. Wacht even. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is echt heel dom. Gewoon, daarom waren al die foto's gedraaid. Ik vroeg het me al af. Echt. Ja, ik ben niet de meest snuggere soms. Maar heb je daar veel mee gefotografeerd? Is dat, ja. Was dat een handig ding? Nou, ja. Ik vind namelijk... Ik hou van analoog, de feeling van analoge fotografie. Maar ik vind het soms heel onhandig. Ja. En wat is jouw reden om dan van digitaal over te stappen naar analoge fotografie? Nou, ik was heel veel... Ik schoot echt heel, heel veel. En als ik dan digitaal fotografeerde, dan schoot ik iets van 200, 300 foto's. En dan ging ik dat... Ik moet even mijn geluid van mijn laptop uitzetten. Ja, anders krijg je mailtjes. Nou ja, zo, dat geeft niks. Nou, zijn we weer. Ja. Nee, dan schoot ik heel veel foto's digitaal. En op een gegeven moment merkte ik dat werkte niet helemaal meer. En ik probeerde eigenlijk het maar 1 keer met die analoge. En ik kon niet meteen zien wat ik gemaakt had. Wat eigenlijk wel fijn was. Het was heel een bepaalde focus. Omdat je maar 12 foto's per keer kan schieten. En ik moest hem ook telkens aandraaien. En dan weer neerzetten. En dan zat er een zelfontspanner. Ik had ook geen afstandsbediening of zo. Het was echt een handeling wat... gewoon best wel meditatief was of zo. En dus dat proces, eigenlijk moest je daardoor langzamer werken en dus misschien beter nadenken over hoe je... Ja. En dan heeft dat je geholpen? Ja. In plaats van een soort van, nou, we doen het nog 50 keer over. Precies, ja. Het heeft me zeker wel geholpen. Veel... Ik merkte ook dat vierkant dus echt wel een heel fijn verhouding is, soort van. Dat wist ik eigenlijk niet van mezelf, maar ik centreer bijna alles. Eigenlijk, nou bijna, ik denk dat ik alles gewoon centreer. Mm-hmm. Ik vind dat heel fijn werk. En in vierkant werkt dat nog veel extremer, soort van. Dus dat merkte ik, dat wel interessant was. En gewoon die feeling dat er ook van alles mis kan gaan met zo'n filmrolletje. Dat er lichtvlekken in zitten die je niet had kunnen voorzien. Het nadeel is dat je op een gegeven moment moet gaan stofjes wegwerken en zo. Dat is niet mijn favoriete. Want doe je het printen ook zelf? Donkere kamer? Ja, ik heb wel in donkere kamer gestaan en dingen zelf afgedrukt inderdaad. Maar ik vond het, ja, volgens mij moet je daar of van houden of je doet het maar omdat het moet. En ik deed het omdat ik het moet. Ja, het werd een beetje moed. Ik vond het niet echt leuk. Dus, maar nu wordt het een drumscan en dan... wordt het gewoon uitgeprint. Mm-hmm. Maar je doet het nog wel allemaal zelf? Die drumscan, dat laat ik doen. Ja. Drumscan is super duur. Het is sowieso duur om analoog te fotograferen. Dan kun je rolletjes kopen. Ja, zeker. Ja, maar het ging mij meer om het proces. En dan is het wel tof hoe die feeling is. Maar dan hoeft het niet voor mij een analoge print te zijn als ik hem niet... Ja, zelf kan maken. Ja, kan nee, want jij scant hem eigenlijk dan daarna in. Ja. Doe je er dan nog iets mee in digitale retoucheren? Of wil je daarin dan wel dat alleen maar met de hand doen? Nee, ik doe er wel als in contrast of zo. Ik bedoel, het is allemaal zwart-wit. En soms heb je... die rolletjes, sommige rolletjes zijn niet echt contrastrijk of zo. Dus dan doe ik daar wel dingen mee. Maar... Ja, verder doe ik haal geen voorwerpen weg of dat soort dingen. Dat doe ik allemaal niet. Mm-hmm. Ik heb ook wel op een gegeven moment heel... ik wil zeggen puristisch, maar dat is misschien een beetje een heftig woord. Maar dat ik ook niet wilde kroppen in de foto's. Dus dat ik echt het volledige negatief wilde gebruiken. Maar ik merk dat ik nu in ieder geval dat ik daarmee wel een stuk creativiteit of zo... die ik en ook controle over... wat ik per se wil laten voelen, daarin kwijtraak, soort van. Of dat er in ieder geval nog veel meer uit zo'n negatief te halen valt... dan alleen het volle negatief, soort van. Mm-hmm. Dus dat heb ik een beetje losgelaten. Zo van, dan krijg ik wel wat meer ruimte daarin... om echt te laten zien hoe ik het wil overbrengen. Ja. Dus, Ja, wel interessant. Ja. En je schiet helemaal geen digitaal meer nu? Ja, nu weer dus weer wel. Sinds een paar maanden pas weer. Oh, echt? Ja. Heb je oude camera weer opgedoken en een soort van nieuw leven ingeblazen? Ik weet niet eens waarom. Volgens mij was mijn Hasselblad was kapot of zo. Toen moest ik ineens weer digitaal fotograferen, want ik dacht, ja, ik wil wel nu wat werk maken of zo. En toen begon ik weer, dacht ik, oh ja, zo was dat. Wat heerlijk. Wel lekker gewoon... verademend. Gewoon SD-kaartje erin. Gewoon tuk. Ja. Gewoon schieten. Dat was echt Nou ja, je hebt natuurlijk met digitaal buiten dat het... achter op je scherm komt, heb je ook een soort directe feedback op je computer. Ja. Gelijk even een backupje en het lijkt mij, dat lijkt me ook wel heel lastig, dat als je weet dat je werk aan het maken bent, dat je dus maar moet afwachten of dat wel gewerkt heeft op dat filmpje. Ja, dat... En ik heb al bijvoorbeeld een interview ooit gelezen met Anton Corbijn. Mm-hmm. Die zei dat hij juist de spanning van het fotograferen behaalde. Hij noemde als voorbeeld dat hij iemand moest fotograferen in Japan. Ja. Dat hij daar bezig was. Ja, en, dat heb ik ook gelezen, En dat hij dan die spanning juist heel prettig vond van het terugreizen. Niet wetende wat er op je filmpje staat. Ja. Terwijl ik zou helemaal gek worden. Want ik wil... Kijk, je hebt wel vertrouwen in wat je aan het doen bent op dat moment. Dus je weet wel ongeveer... Ja. Maar je weet het niet helemaal. Nee. En dat is wel iets heel lastigs. Ja. Nou ja, ik... toen ik voor het eerst zeg maar overging naar die analoog... met dat kleine cameraatje, die Icon, ik weet niet hoe je dat zegt... kwam ik ook weer in het ziekenhuis te liggen. En wat handig was daar... Er is niks handig aan in het ziekenhuis liggen. Maar dat het zeg maar een klein analoog cameraatje was... is ja... Ik maakte die foto's en eigenlijk was het ook niet echt een heel groot onderdeel van mijn dag. Want soms maakte ik een foto of dan zag ik wat. En al die rolletjes spaarde ik eigenlijk op tot ik weer uit het ziekenhuis kwam. En ja, of dat het nou gemaakt was of niet. Het hoefde ook dan niet perfect. Het ging ook meer om dat het overkwam, soort van. Mm-hmm. En ik vind het heel fijn om eigenlijk te vergeten wat ik dan... Ik vond dat toen heel fijn in ieder geval, dat ik vergat... wat ik had gemaakt en dat ik dan die rolletjes terugkreeg. En dat een soort verrassing was voor jezelf. Ja. Wow, want ik zie sowieso niet wat ik maak. Want als je een zelfportret maakt, dan kijk je nooit... Je ziet nooit wat je maakt. Dus die verrassing... Is er al. Die is er al, ja. Dus dat is alleen nu komt die veel later, omdat je waarschijnlijk ook dat je in het ziekenhuis lag... niet die rolletjes kon laten ontwikkelen. Nee, klopt. Nee. Je gaf ze niet aan je ouders mee of dat liet je zitten. En dan op het moment dat je... Want hoe lang lag je vaak in het ziekenhuis? Nou, die laatste keer heb ik in ieder geval... Toen heb ik 4 weken in het ziekenhuis gelegen. En dat was echt op een isolatieruimte. Want toen kreeg ik dus een huidtransplantatie. En het duurde heel lang voordat ik uiteindelijk die transplantatie kreeg. Omdat er allemaal dingen mis waren gegaan. Ook... fout vanuit het ziekenhuis, maar ook dat het moet eerst niet meer ontstoken zijn, want anders ga je er een huid op leggen en dan dan gaat het weer ontsteken. Dus dat duurde even een tijdje en al die tijd zat ik in een kamer van 12 vierkante meter waar ik niet uit mocht, waar mensen ook soort van in pakjes binnen moesten komen. Dat was echt helemaal... Dat was echt heel intens, ja. Dus het was best wel een wonder dat ik die... Maar mocht je wel een camera mee naar binnen nemen dan? Die werd eerst helemaal schoongemaakt. Oh, echt waar? Ja, van binnen en buiten moest hij ontsmet worden en zo, ja. Dus... Ik heb me niet verteld hoe oud hij was en wat voor bacteriën wel niet allemaal mee kon nemen. Maar ja, dat... en ik had allemaal filmrolletjes en nou ja, die zitten allemaal in een vacuümverpakking. Oh, niet vacuüm, maar wel in zo'n verpakking. Gesielde, ja. Dus daarvan dachten ze, nou, dat geloven we wel. Op buitenkant schoongemaakt, prima. Dus zo heb ik dat een beetje aangepakt. En hoe... want je zegt, je ligt op een 12 vierkante meter kamer in je eentje. Ja. Eigenlijk geen andere mensen in de buurt. En je omgeving verandert ook niet echt. Nee. Hoe ga jij dan... hoe heb je dan toch die variatie in je beeld? Ja. Want dat lijkt me heel lastig als jouw omgeving niet verandert. En dan hoeveel fotografeer je dan op zo'n dag? Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel foto's ik daar in dat ziekenhuis gemaakt heb. Maar bijvoorbeeld toen ik op de psychiatrische afdeling lag, dat is een ander ziekenhuis... Daar heb ik echt wel, ik denk 9 maanden in ieder geval opgezeten... en dan verspreid over een jaar. En juist omdat die ruimte zo klein is... word je denk ik daar heel creatief in. Ik ging op een gegeven moment tafels op de kop zetten en dat soort dingen. Ja. Gewoon dacht ik, kijken wat het doet met licht en zo. Ja. En toen was ik die hele kamer aan het Maar ook dus eigenlijk uit een soort verveling. Ja, ja. Van nou, wat moeten we nu weer dus doen? En, ja. Nou, maar ja. dat sparkt wel een soort van creativiteit of zo. Ja, en ik denk ook omdat je de hele tijd opgesloten... Nou, op die afdeling zat ik dan niet opgesloten op die kamer per se. Maar ik trok me wel vaak terug. En dan zit je maar een beetje te kijken. En ineens denk je... Oh, dat is eigenlijk best wel een mooie hoek. Of, oh, als dat licht nou daar vandaan komt... Wat gebeurt er dan of zo? Ja, ja, je hebt natuurlijk alle tijd om die kleine ruimte te observeren. Ik elke centimeter kende ik. Het is echt, Ik had 3 lampen. En dan op een gegeven moment wist ik precies welke lamp welk licht maakte natuurlijk. Ja. Dus ja, wel interessant. Hey, want we hebben, het is wat lastig voor de luisteraars nogmaals... die alleen maar luisteren en niet kijken. Ja. Dus als jullie dit willen zien, moet je dit even op YouTube gaan opzoeken. Ik heb een aantal boekjes hier, waarvan er eentje... Ja. Ik dacht van jou afstuderen was, maar dat is al voor jou afstuderen eigenlijk gemaakt. Waarbij we dus die zelfportretten zien. Ja. En dit is eigenlijk geschoten... nog voor ik depressief werd. Oh, nog voordat je depressief werd. Of eigenlijk in de weg daarnaartoe, zeg maar. Ja. Ja, dit is eigenlijk toen mijn docent op een gegeven moment zei van... zelfportretten, dat moet je eigenlijk moet je iets mee doen of zo, vaker doen. Toen dacht ik... Nou, weet je, ik wil eigenlijk boeken en exposities maken later. Dat was een soort van mijn vage droom. Ja, dat had ik ook. Ja, precies. Ja, ja. Dus ik dacht, dan ga ik nu gewoon beginnen met zo'n boek, kijken wat ik ervan vind. En toen had ik iets van 30 foto's en die legde ik naast elkaar. En dacht ik, nou, wat gaan we ermee doen? Mm-hmm. En hoe maak ik dit werkend? En ik had dan een docent en daar ging ik dan mee zitten. En dan zei hij, ja, wat wil je dan eigenlijk? Dacht ik, ja, wat wil ik eigenlijk? Ja, geen idee. Ja, ik maak zelfportret. Ik was echt heel onbewust van mezelf. Ik maakte het wel, maar... Maar dat ging eigenlijk uit een hele soort van natuurlijke... Heel intuïtief was het, maar ik kon het ook nog niet uitleggen. Ja. Maar dit is werk wat je hebt geschoten... In aanloop eigenlijk naar je depressiviteit. Ja. Depressie toe? Depressiviteit, ik weet niet. Maar het heeft aan de ene kant ook wel diezelfde sfeer. Ja. Eigenlijk wat er is veranderd, vind ik, ben jij in het beeld. Ja. Dus je beeldtaal is hetzelfde gebleven. Hetgene wat er alleen veranderd is... jouw gemoedstoestand en je lichaam. Klopt, ja. Want je ziet ook duidelijk bij jou veranderingen in je lichaam. Ja. Dat geeft dan ook wel weer een soort van tijdsbeeld. Dan. Ja, het was echt wel een test. Een soort van een testboekje. Mm-hmm. En ik merkte daarin... Oh ja, zo moet ik nadenken over dingen. En zo kan ik er een soort van een verhaal mee vertellen. Maar eigenlijk nog steeds heel onbewust. Ik werd er veel bewuster van toen ik eigenlijk... toen mijn UCP-project uitkwam... en toen ik daarover ineens moest gaan vertellen... en toen dacht ik ineens... waar gaat het eigenlijk over? En hoe doe ik dit eigenlijk? En waarom doe ik dit eigenlijk? En toen ging ik er echt... Ja, toen werd ik er veel bewuster van in ieder geval. Ja. 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 Ja, nou ja, ik vind dat wel een mooi gegeven. Je hebt dat eerste boekje gemaakt. Ja. Dat boekje is niet te koop. Nee, hij is uitverkocht. Ja. Het tweede boekje is UCP. Ja. Is die nog te koop? Die is nog te koop. En waar gaat UCP over? Die gaat over wel je periode van depressie. Die gaat echt vanaf de eerste dag, zeg maar op de eerste bladzijde staat die telefoonfoto. Mm-hmm. Mensen die luisteren, op mijn website staan een filmpje waarbij je in het boek kunt kijken. Ja, www.larahospes.com.nl mag ook, trouwens. Ja, kom je er vast van mij. Ja. Maar dit is dus die foto die met die iPhone is genomen. En verder is het dan volledig in chronologische volgorde de zelfportretten, zeg maar. Dit is de tweede dag. Op een gegeven moment wordt de tijd tussen de portretten wat groter. En dan heb ik ik heb het opgedeeld in 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is echt de periode dat ik in de gesloten afdeling zat en werkte naar huis gaan. Op een gegeven moment was ik thuis en daar begint een beetje periode, of hoofdstuk 2. was ik thuis, maar het ging eigenlijk heel slecht. Ik had echt heel manipulatief uit die opname gewerkt. Mm-hmm. En toen was ik alweer een soort van nieuwe suicidepoging aan het plannen. En nummer 3 is weer het wakker worden in het ziekenhuis en weer terug naar huis werken, zeg maar. Het eindigt niet met een happy face, maar ja, ik ging ook niet weg met een... je gaat natuurlijk niet huppelend blij weg uit zo'n situatie. Nee. Dus... ja, dat blije, dat komt in ieder geval later nog in mijn Canada. Daar ben je mee bezig. Ja. En want je bent naar Canada geweest, toch? Mm-hmm. En dat was eigenlijk dus na je periode waarbij je eigenlijk er beter zelf mee om kon gaan. Hè, waar we het net over hadden. Je was uit de kliniek. Ja. En je kon beter met je eigen gedachtes... daarin omgaan? Of was dat nog... Nee, het was echt nog wel heel heftig. Toen ik daar wegging, toen was soort van het suïcidale was wel getemperd eigenlijk een beetje, maar het zelfbeschadigen werd heel heftig. Oh ja. Ik ging niet meer alleen mezelf snijden, maar ook branden. En daarmee hoef je niet direct naar een ziekenhuis. Dus dat liep volledig uit de hand, omdat ik helemaal niet gecontroleerd werd daarop. Mm-hmm. En daardoor ben ik toen heb ik die huidtransplantatie gekregen. En pas daarna dacht ik, shit, ik moet het werk van al deze dokters natuurlijk niet gaan verpesten. Dus misschien moet ik eens even werken aan dat ik mezelf niet beschadig, zeg maar. Mm-hmm. Nou ja, mijn zusje die vroeg die heeft een half jaar in Canada gewoond. En die vroeg, laten we dus teruggaan. Dus ik dacht, ja, prima. Ja, dan laat ik je zien waar ik allemaal gewoond heb en waar ik geweest ben en zo. Dus ik dacht, ja, prima, gaan we doen. Ik lag in het ziekenhuis. Ik dacht, het kan vanaf nu alleen maar beter gaan, dus gaan we doen. En toen ging het nog wel echt even een moment heel slecht. En toen kwam ik weer in het ziekenhuis terecht met een heel laag HB. En mijn vader die zat naast mij en die zei... over 5 weken ga jij naar Canada. Je hebt een auto gehuurd. Jij bent de enige die kan rijden. Je zusje kan niet rijden. En je ligt nu in het ziekenhuis met een HB van 4. Hoe kan dit? En toen dacht ik... shit. Ja, dat is waar. Het is niet alleen dat ik dan in die auto zit en misschien een ongeluk veroorzaakt, maar mijn zusje zit er ook bij. En een soort besef kwam er ineens van, joh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja, waar ben ik mee bezig? Mm-hmm. Ik moet verantwoordelijkheid nemen. Dus toen is die mindset eigenlijk een beetje geswitcht naar eerst, oké, ik hou het vol tot Canada. En toen was ik in Canada en dat voelde zo goed. En daar heb ik gefotografeerd, alles. Ik wilde alles wat goed voelde, soort van in mijn camera zo zuigen. En ik heb mezelf ook gefotografeerd. En dat wilde ik allemaal, al die gevoelens van trots en kracht wilde ik allemaal in die camera ook zo duwen. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dit wil ik eigenlijk wel vasthouden. Want het voelt heel fijn. Je kreeg er juist goede energie van. Ik wist niet dat ik me zo goed kon voelen. Dus daarom ging ik daarna weer nieuwe doelen stellen van oké, tot dan. Dus eigenlijk heeft dat je heel erg geholpen. Ja, die reis heeft je echt heel erg... Ja, echt enorm. Want is daarna ook die zelfbeschadiging afgenomen? Het is eigenlijk helemaal van het een op het andere moment gestopt. Ja. Dus dat was eigenlijk een soort van switch in je hoofd. Die zei van, joh, als ik hiermee doorga, dan... Ja, en dan zit er geen... toekomst eigenlijk meer, in. Nee, dan... Wel een einde, dan is er een einde in zicht. Ja, daarin, precies. Ja. Dus het was echt wel... Nou ja, de artsen die bij de huidtransplantatie zeiden... die zeiden ook, als je doorgaat hiermee, dan kan je arm verliezen. Toen, dat heeft me ook wel gedacht, dat ik dacht... Ik wil dat moet niet, dat hebben we nodig. Ja, die hebben we nodig. Ja. Dat iemand dat zei, hoe ga je dan fotograferen? Dat ik dacht, oh ja. Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Dat doe je met 2 armen. Maar het is natuurlijk voor een buitenstaander. Want ik kan natuurlijk wat dat betreft niet... Ik ken jouw situatie op zo'n moment niet. Nee. Maar als je vanaf buitenstaander bekijkt... is het natuurlijk al heel snel zo van... maar waarom zou je dat doen? En helemaal dan nog... uit het oogpunt dat je denkt van, nou, je fotografeert jezelf. Ja. Dus eigenlijk is het heel tegenstrijdig dat je jezelf iets aandoet, terwijl je jezelf moet fotograferen. Ja. Of moet fotograferen. Ja. Dat is je ding geworden. Ja. Weet je, hoe zag je dat toen? Of was je daar toen helemaal niet mee bezig? Nee, Of misschien wel. Ja, nee, ik was er helemaal niet mee bezig. En ik moet zeggen ook, ik had mijn armen dan in het verband en zo, maar ik liep ook... Ik was daar zo onbewust van. Het was zo normaal in mijn eigen wereld dat ik gewoon over straat liep met die armen in verband. En ik dacht gewoon... ik dacht daar niet eens over na. Nee. Het was gewoon zo. Dus dat fotograferen was ook wel zo. En als ik er nu dan naar terugkijk, denk ik wel... ik weet niet of ik deze foto kan laten zien, want je ziet allemaal dingen die niet echt heel normaal zijn en misschien wel schokkend zijn. Terwijl ik dat op dat moment helemaal niet door had. Nee, dat had ik helemaal niet door. Maar het is natuurlijk, je hebt er overduidelijk geen moeite mee om je ook in hele kwetsbare situaties te laten zien. En dan fotografeer je jezelf vaak ook nog naakt. Ja. Ja, klopt. Wat ook nog voor heel veel mensen een ding is. Onbegrijpelijk, ja. Nou ja, het is best wel een ding voor veel fotografen om zichzelf naakt te fotograferen. Ja. Maar ook daarin heb je waarschijnlijk nooit zoiets van... Nou, of vond je dat je het moest laten zien op die manier? Ik begon zeg maar met fotograferen ook in het UCP, zeg maar... dat ik soort van wel neutrale kleding en zo. Want ik vond kleding echt enorm afleidend. Mm-hmm. En dan probeerde ik zo neutraal mogelijk en zo. En op een gegeven moment heb ik dat eigenlijk een beetje... Ben ik daar langzaam in gegroeid dat ik dat eigenlijk helemaal niet meer keek naar kleding hier of kleding daar. Of juist geen kleding. En voor ik het wist zat ik weer naakt te fotograferen, zeg maar. Ja. Dus, het grote voordeel is dat je natuurlijk je bent in je eentje. Ja, precies. Dus dat maakt het minder ongemakkelijk voor jou. Ja, zeker. Maar is alsnog wel heftig, denk ik. Vond je het heftig om jezelf zo terug te zien? Want je was er niet van heel erg van bewust, zeg je net. Hè? Ook als je in het verband bent. Ja. Maar was je er ook niet bewust van dat op het moment dat je jezelf fotografeerde en dat kwam overduidelijk, komt het in je foto's naar voren, was je jezelf dan ook niet bewust op het moment dat je dan die foto zag, dat je dacht van, het best wel heftig. Of zag je het, of was jij met hele andere dingen bezig in die foto? Op dat moment inderdaad echt niet. Dus echt... Je kijkt meer naar compositie en lijnenspel en wat je ermee wil vertellen, dan dat je denkt van, dit is wel een heftig beeld. Of zo. Heel intuïtief en het was heel erg inderdaad van, ik zocht naar wat klopte met mijn gevoel op dat moment. Mm-hmm. Dus dat was het meer. Dan maakte ik iets van 200, 300 foto's en ergens in het midden zaten twee foto's die overbrachten wat ik voelde. En en daarna een soort van was die concentratie weer minder. Dus die foto's kon ik allemaal weggooien eigenlijk. En daar keek ik heel erg naar. Of die foto dan, of dat dan klopte met hoe ik me voelde. Of dat dan overbracht die extreme emotie, zeg maar. En helemaal niet of dat dan heftig was of zo. Want die heftigheid, dat is super relatief op het moment dat je jezelf al heftig voelt. Ja. Dan is het gewoon, klopt. Maar nu je dan zelf in een soort van betere mindset... zie je het nu wel? Nou ja, ik ging laatst bijvoorbeeld op mijn Instagram helemaal naar beneden scrollen. En dan zag ik een foto en dan dacht ik, die foto ken ik. En dan keek ik wat erbij stond. Dan stond er bijvoorbeeld, was op mijn verjaardag, stond er birthdays are still days. En toen dacht ik wel, zo'n heftige uitspraak. Soort van. Mm-hmm. Maar dat was zo normaal voor mij toen. En nu denk ik wel echt zo... Dat is wel echt... Het druipt er vanaf, zeg maar, die depressie. Dat vond ik heel normaal. Maar misschien is het ook wel dan... Ik kan me voorstellen dat goed om daar ook bewust van te zijn dat het toen was. Zo wat van, bedoel je? Nou ja, van dat het toen zo was. Ja. En heb je dan voor jezelf zoiets van... misschien omdat het zo heftig is, daar wil ik nooit meer naar terug, of zo? Ja, zeker. Maar dat heb ik eigenlijk... Daar heb ik mijn fotografie niet echt voor nodig om dat zo te voelen. Nee, maar dat geeft je wel een bevestiging. Of niet? Of zie je dat niet zo? Het was vooral een onverwachte bevestiging inderdaad. Ja. Ik ging er gewoon even kijken en toen ineens boem, wow. Ja. Dus ja, toen had ik wel een momentje dat ik dacht, dat willen we inderdaad nooit meer. Nee. Dus, wat ik me nog afvroeg... omdat je het hebt over... je zegt eigenlijk van, op het moment zelf zie je niet hoe heftig dat is, omdat je daar zelf middenin zit. Ging het jou dan meer om het proces van het fotograferen? Ja, heel erg. Dus het ging jou eigenlijk helemaal niet om het eindresultaat? Het eindresultaat tot een soort van selectietje op mijn computer, of misschien een printje van 10 bij 15, waar dan die emotie op stond. Een soort van... alsof ik een pakketje aan het maken was met mijn emoties of zo. Ja, ja. En op een gegeven moment ging ik het inderdaad laten zien. En omdat ik me, nou ja, heel depressief en zo voelde, maakte ik me eigenlijk ook... Ja, was niet zo bewust van wie dat allemaal zou zien, bijvoorbeeld. Dus ik vond dat op dat moment ook helemaal niet heftig om te laten zien. Want ik dacht gewoon, ja, dat is gewoon zo, toch? Mm-hmm. Zo. Dat is heel normaal. Nee, maar je had dus het uiteindelijke beeld niet nodig voor een soort van verwerking, maar het ging eigenlijk meer... Het ging echt om het proces. Het proces van het op het moment erover nadenken van hoe... Eigenlijk, hoe voel ik me nu? Ja. Ja, want je wilde dat in beeld vastleggen. Ja. Alleen je moest er eigenlijk over nadenken van... Als ik me dus zo voel, hoe ga ik het dan overbrengen op beeld? Nee, dat of was, ging dat ook heel intuïtief en gewoon heel natuurlijk? Ja, en... kijk, ik bedenk niet van tevoren, zo wil ik erop staan. Want dat kan niet, want ik zie mezelf niet, zeg maar, als ik een foto maak. Dus... Ja, maar het kan zijn dat je een beeld in gedachten hebt. Nee, ja, dat is dus eigenlijk niet zo. Daardoor raak ik denk ik telkens verrast door wat ik zie. En als ik daar... Het is wel grappig, want ik blijf naar een bepaalde schoonheid zoeken, ook al voel ik me dus heel slecht. En dan raak ik heel erg verrast van, wauw, dit is zo mooi of zo. En ineens zie je dat of zo. Mm-hmm. Dus ondanks dat ik me gewoon heel slecht voel, dan wil ik iets moois maken of zo. Ja, dus je bent eigenlijk constant aan het creëren. Ja, ik denk het wel, mm-hmm. Ja. En op een gegeven moment komt er een moment dat er dus een eigenaar van een gallery je werk ziet. Ja. En hoe kan je vertellen hoe dat... ik won een prijs bij Lens Culture, de Young Talent Awards. En dat was wel geinig, want ik zat op dat moment gewoon nog opgenomen op de gesloten afdeling zelfs. En ik mocht alleen onder begeleiding naar huis. Dus dat ging ik soms even doen. Dan ging ik printjes maken van de foto's die ik gemaakt had. En dan ging ik ze daarna op mijn bed zo neerleggen en een beetje schuiven. En dat was een soort van herstructureren van al die gevoelens. En begrijpen wat ik gemaakt had of zo. En toen kwam er zo'n open call langs. Van je kan insturen bij Lens Culture. Ik dacht, nou prima. Ik heb hier 20 series liggen. Dus, want die heb ik net vannacht allemaal zitten maken. Dus laten we dat doen. En toen kreeg ik ineens midden in de zomer zo'n berichtje van... je hebt gewonnen, je moet je website klaarmaken. En toen dacht ik echt... Oké, doen we dat wel even? Ik ga wel vast mijn website klaarmaken, maar... Had je al een website op dat moment? Ja, ik had al, toen ik 16 was, meteen ongeveer een website. Gelijk een website gemaakt. Ja, vond ik supercool. Ja. Maak je het zelf, maar heb je dat zelf gedaan? Ja, ik heb met YouTube HTML en zo geleerd. Ja, wat vet. Ja, is wel cool. Want je even een soort zijspoor, maar je doet ook je boeken zelf ontwerpen. Klopt. En je doet dus een website maken. Ja. Best wel een bezig bijtje dus. Ja, ik vind dat... En ook leuk om met design bezig te zijn en dat soort dingen. Ja, nou ja, ik denk dan, ik heb een idee hoe ik dit wil. En ik heb ook wel een idee hoe ik dat zou kunnen maken. Dus let's try of zo. Ja, en dan kom ik er wel uit met YouTube, zeg maar. Ja, YouTube is echt key, hè? YouTube is mijn key, ja. Ja, ik heb heel veel geleerd van YouTube. Ik heb er ook heel veel aan. Ja, ik heb er echt heel veel aan gehad, ja. Mensen verklaren je soms helemaal voor gek. Ja, en je denkt, YouTube, dat is toch voor vloggers? En, nou, dat is zo'n enorme bron van informatie. Ja. Maar... Lens Culture. Ja, toen won ik dus die Lens Culture... prijs. En bleek ik ineens een grand winner te zijn ook. Ik zocht nog naar de shortlisten. Daar zat ik in te kijken of mijn naam daar stond. En toen had je maar gewoon gewonnen. Kon ik mezelf niet vinden. Toen scrolde ik naar boven van, klopt niet. Toen zag ik mijn naam zomaar bij grand winner staan. Toen dacht ik echt, oh, krijg ik nu geld? Dacht ik ook. Wow, ik krijg geld voor mijn fotografie. Terwijl ik gewoon nog dus opgenomen zat. Dat was heel raar. En toen, kreeg je geld voor? Ik had een prijs gewonnen. Ja. Vet, ja. En... toen werd het dus gepubliceerd in Der Spiegel of zo, de online ding. Mm-hmm. En, dat was onderdeel van die prijs. Ja. Of nou ja, die publiceerde gewoon de winnaars van Lens Culture Awards, bla bla. En toen kreeg ik echt, toen explodeerde mijn inbox. Omdat iedereen, de Huffington Post en Daily Mail en overal ter wereld wilden ze ineens mij interviewen. Mm-hmm. En ik zat dus er opgenomen. Op je kamertje. Op het kamertje. En ik dacht echt, wat is dit nou? Nou, op een gegeven moment wilde de BBC een radio-interview doen. Ik dacht, maar ik kan toch helemaal niet... Ik kan niet naar Londen, ik zit hier vast. Nou, toen mocht dat dus blijkbaar in een of andere studio in Groningen. Had ik ineens contact met die mensen in Londen. Echt heel raar. Dus dat explodeerde en mensen wilden dus prints kopen. En ik had echt geen idee. Dus ik dacht, prima, ik heb een galerie nodig. Maakte ik een lijstje met galerieën in Nederland. Ik begon gewoon, zeg maar, ik maakte een lijstje van best naar slechtst. Ik dacht, nou, ik begin bovenaan. En dat lijstje ga je natuurlijk nu even opnoemen. Ik weet niet wat het lijstje meer was, maar bovenaan stond natuurlijk Kahmann. Ja, en het was meteen zo. Ik had een super mooie brief geschreven en ik kreeg alleen maar terug: hoi Laura, 11 uur vrijdag. En ik dacht echt, heb ik daar echt 10 jaar over gedaan? op die e-mail. Maar nee. Nee, je had er ook 10 jaar over gedaan. Wat? Nou ja, je had er dus ook 10 jaar over gedaan om op dat moment, tot dat moment te komen. Dat is waar, ja. Het was niet dat je de dag daarvoor een foto had gemaakt en opgestuurd. Nee, dat is zo. Maar ik dacht zoveel moeite in mijn brief. Maar ik vond het heel grappig dat ik gewoon de kleur kreeg. Nou, lekker kort. Vrijdag 11 uur. Nou, toen kwam ik daar binnen en toen zei Roy, nou, je hebt je galerie gevonden. En toen dacht ik echt, oh, oké. Maar ik wist helemaal niks van galerieën. Dus ik dacht, oké. Het zal wel. What the fuck. Nou ja, en toen hebben we dus later op hetzelfde moment een contractje getekend. Ja. Ja, dat was geinig. Ja, en ik weet nog wel dat we niet op dezelfde dag, want ik weet dat wij met z'n drieën zouden tekenen. En ik was er en Rogier was er. Alleen jij was volgens mij toen net weer opgenomen. Oh. Die dag of de avond van tevoren. Wat zielig voor mezelf. Nou ja, omdat ik kan me dat heel goed herinneren, omdat ik daar met Rogier was en Roy had gezegd, ja, jullie gaan met z'n drieën tegelijk hier tekenen. Oh. En toen was jij er niet en toen vroeg ik van, joh, maar waar is Laura? En toen zei Roy, ja, ik krijg al de hele dag geen contact met haar. Oh, echt? Ja. Oh, wow. En toen bleek dus dat je dus de avond van tevoren was opgenomen. Oh, dus we hebben wel goed op hetzelfde moment getekend, niet op dezelfde dag. Oh, oké. Nee, en toen hebben we daarna, niet lang daarna, hebben we met z'n drieën een show gehad. Ja. In de gallery. Ja, dat was echt cool. Ja. Hoe heette die ook weer? In Pursuit Of. Ja. Ja, cool. Dat was heel tof om dat zo te zien. Het past ook heel goed bij elkaar, wat wij allemaal maakten. Ja. Het was heel verschillend, maar het was eigenlijk heel... alle drie zwart-wit ook. Ja. Echt toevallig. Heel tof. Maar ik zeg nu, ik hoorde je net ook zeggen, natuurlijk in zwart-wit, maar je bent nu ook in kleur aan het werken. Ja, klopt. Is dat... dit gaat echt super van de haak op de tak, hoor. Maar, prima. Mensen een korte spanningsboog. Hoe ben je van zwart-wit naar kleur gegaan? Ik dacht altijd dat ik absoluut niet met kleur om kon gaan. Ik, ook met mijn kleding bijvoorbeeld... Ik had altijd het idee dat ik niet de meest fashionable persoon, zeg maar, was. En dat ik kleuren combineerde die mensen eigenlijk niet gecombineerd vonden kunnen. Dus ik dacht, ja, ik kan gewoon niet met kleur omgaan. Nou ja, prima. Ik fotografeer in zwart-wit. En op een gegeven moment zei iemand... Of had ik wat kleurenrolletjes, fotorolletjes gekocht. Per ongeluk, denk ik, of zo. Toen had ik die maar gebruikt. En ik dacht... toch wel interessant. Ja, gewoon om te proberen eigenlijk. Maar ik had ze geprobeerd in die ziekenhuisruimte. En de kleuren in ziekenhuizen zijn echt... niet te zien. En je hebt waarschijnlijk slecht licht, waardoor de kleuren... Ja, van dat TL-licht, zeg maar. Dus er kwam eigenlijk maar 1 foto uit waarvan ik dacht... Goh, dit is eigenlijk wel een mooi kleurenpalet. Zeg maar heel, heel monochroom, maar toch in kleur. Weet je nog met wat voor film dat was? Portra, geloof ik. Portra, ja. 160 of zo is dat dan? Ja, ik denk... Nee, 160 of 400. Ik weet niet meer welke ik had, maar... Een beetje gelig, groenig... groenig meer. Groenig, hè? Ja. Dus, nou ja, en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel mooi. Oké. En toen heb ik dus in Canada ook wel veel in kleur gefotografeerd. Ja. En ja, toen ben ik er eigenlijk een beetje mee begonnen. En toen ben ik Polaroids dus gaan maken. En die waren allemaal in kleur. En daar merkte ik dat ik die kleuren van de Polaroid, dat kleurenpalet, gewoon echt helemaal fantastisch vond. Dus, maar dat heeft ook ermee te maken dat het waarschijnlijk al expired is. Ja, en ik heb ook het idee, maar ik weet niet of dat waar is, maar dat de Polaroid basis soort van de kleuren, is niet een bepaalde... Ja, is niet gewoon de RGB of CMYK, zeg maar, natuurlijk, maar het is... Het lijkt wel een beetje op de basis van een olieschilderij, soort van. Dan was hij helemaal ingescand en dan trok ik een kleur omhoog en dan gingen geel en paars omhoog. Dat ik echt dacht, maar dit zijn tegengestelde kleuren van elkaar. Hoe kan dit nou allebei in dezelfde balkje zitten, zeg maar. Dus, en dat vind ik wel heel tof, dat zijn zulke complexe kleuren eigenlijk. En die maken samen echt een heel mooi palet eigenlijk. Dus. Want je bent nu Polaroids aan het schieten vanwege juist die kleuren eigenlijk? Ja. Of ook weer vanaf dat instant? Het is heel erg proces. Je ziet het meteen weer. Ja, en het is heel erg waardevol als in... Je maakt dat fotootje open en je hebt direct dat waardevolle fotootje in je hand. Het is meteen een objectje? Het is meteen een objectje, inderdaad. Ja. En omdat ik dus niet kijk door de lens, als ik een foto maak, en ik maakte hem open, en het ging niet eens via dus een scherm, maar het ging gewoon direct op een printje. En dan heb je dus meteen in je hand iets wat echt super mooi is. Tenminste, ik was vaak verbaasd over de schoonheid eigenlijk. Mm-hmm. En dan was ik helemaal hyper van, oh, het is zo mooi. Dus ja, zo ben ik Polaroid door gaan doen. En scan je ze in? Ja, ik scan ze in. Eigenlijk vooral zodat ik ze op Instagram bijvoorbeeld kan laten zien, dat soort dingen. En omdat ik niet te veel door de Polaroid zelf wil bladeren. Mm-hmm. Dus ik scan ze in. Die wil je eigenlijk een soort van intact houden. Netjes houden, ja. En hoe, dat doe je in een map of zo? Ja zo'n archival ding, map. Maar als je dan bijvoorbeeld een beeld wil verkopen, dan scan je hem in, ga je er een print van maken? Of ga je uiteindelijk, want het is een waardevol negatief, ga je daar uiteindelijk ook nog iets mee doen? Net zoals dat je veel fotografen van vroeger nu, Araki en zo, weet je, daar heb je nu de originele Polaroids van. Ja. Ga je dat, is dat iets wat jou, of heb je dan zoiets, nou geef je eigenlijk je origineel weg? Ja, zo voelt het voelt nu nog veel te kostbaar om dat weg te gooien, weg te geven eigenlijk. Dus nu maak ik inderdaad, ik scan zelf heel veel dingen in en dan voor het werkproces dat ik het dan weer uitprint op 10 bij 10 centimeter. En dan heb ik soort van werkprintjes waar ik mee kan schuiven. Ja. Maar de prints die worden met een drumscan ingescand en dan dus geprint op archival papier. En het op zich, de presentatie, het gaat me dan ook niet meer om dat het per se een Polaroid is. Dat zie je namelijk misschien ook wel door niet meer terug. Nee, dat zie je misschien wel door de kleuren of in ieder geval door het gevoel. Maar het hoeft niet er bovenop te liggen dat het een Polaroid is. Want het gaat mij gewoon om dat proces, dat zo fijn is. Ja. Dus maar die Polaroids zijn mij wel heel dierbaar, ja. Hey, en als jij werk verkoopt, dan is het een editie van... 5 of 7, geloof ik. Je hebt 2 maten, 2 formaten. Ja, bij sommige series heb ik 3 formaten. Dus dan is het 3, 2 en 7. Bijvoorbeeld het werk wat je in Canada hebt geschoten, dat heb je in 3 formaten. Ja, daar heeft eentje best wel klein met een passepartout eromheen. Dat vond ik zelf heel mooi. Ik vind klein werk soms echt heel mooi of zo. Ik weet niet, ik ben een beetje verliefd op klein werk. Ik vind dit wat hierachter staat bijvoorbeeld echt super mooi dat het zo klein is met een passepartout. Ja, want we zitten nu in een ruimte hier in mijn studio. Ja. Waar ik eigenlijk dingen neerzet die ik met andere fotografen ruil. Of die ik van andere fotografen koop. Zo hebben we hier achter Rogier Houwen. En ik heb... dat is Barry Kornbloem. Ik ken het gewoon. Goed. En we hebben Ata Kando gefotografeerd door Sasje de Boer. Cool. En alle kleine printjes die je hier ziet, heb ik ooit op Katawiki gekocht. Echt? En er kwam een soort lot voorbij met, ik geloof, 18 kleine fotootjes. Wauw, die heb ik voor echt helemaal niks kunnen kopen. Wow. En die kwamen uit Portugal uiteindelijk. Wauw. Dus ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Het gaat mij dan echt om beeld. En ik vind het heel leuk om met mensen te ruilen. We hebben ook geruild. Ik heb dat beeld van jou. Jouw beelden hangen bij mij thuis. De meest waardevolle plek natuurlijk. Ja, natuurlijk. Gewoon op de wc. Nee. Lekker is dat. Nee, maar die staan thuis. En ik heb ook nog een... ik heb er 3 van jou. Ja, tuurlijk. Je hebt we hebben hier op tafel een blauwe doos liggen met een special edition box die jij gemaakt hebt, die ik van jou gekocht heb om te helpen jouw tentoonstelling voor elkaar te krijgen. Ja. Dat was een tentoonstelling in Assen en in Heerenveen. Dubbel en dat was een overzicht van UCP. Ja, en Canada en de Polaroids. Eigenlijk alles tot nu toe. Ja. En daar hingen wel originele Polaroids? Ja, daar hingen zeker originele Polaroids. Toen had ik die Polaroids die ik later heb gemaakt voor die serie I Am Beautiful, die had ik nog niet eens gemaakt. Die kwamen eigenlijk daaruit voort, zeg maar. Maar er hingen ook originele Polaroids die soort van dat de voorbereiding daarvan. Ja. Dus, allemaal en die heb je daarna allemaal snel weer in de kluis teruggelegd. Ja. 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 Nou, sterker nog, ik had ze aan een muur gewoon geplakt met tape, omdat ik... ik heb... want, nou ja, dat is wel grappig, want ik heb... Toen ik terugkwam uit Canada was ik heel erg bang om mezelf weer te fotograferen, omdat ik bang was om terug te vallen in dat negatieve gevoel. Mm-hmm. Dus toen ben ik... ik had dus die Hasselblad en ik had een Polaroid bag, want die had ik eigenlijk puur eerst om te controleren of mijn camera het nog wel deed. Oh, ja. Af en toe even een Polaroid tussendoor van oké, chill. Hij klapt nog goed open en er zitten geen... mislukkingen in, zeg maar. Belichtingen even. Ja, nou, belichtingen deed ik er niet mee, maar gewoon om de techniek... Ik durfde... Zometeen deed hij het niet en dan kwam ik terug en dan had ik niks, zeg maar. Had je een paar weken gereisd. Dus daarvoor had ik die Polaroid. En toen kwam ik terug en toen ging ik thuis op Polaroid, dus die lakens fotograferen die ik telkens... Dan wilde ik naar bed gaan en daarvoor was ik natuurlijk altijd bezig met mezelf beschadigen voordat ik naar bed ging. Dus... Tegen de tijd dat ik naar bed ging, was ik helemaal soort van bijna van de wereld aan het dissociëren natuurlijk. Dus dan besef je eigenlijk niet zo goed meer wat je aan het doen bent. En ineens zag ik dus telkens die lakens echt super mooi liggen in het licht van zo'n nachtlampje. En toen ben ik dat heel obsessief eigenlijk gaan fotograferen. Omdat ik dat wilde vangen of zo. Ja, ja. En dat vond ik heel mooi op Polaroid, elke 3 dagen. Ik had echt een strak regime voor mezelf. En die plakte ik dan volgens aan mijn muur in de slaapkamer. En op een gegeven moment had ik iets van 30 Polaroids aan mijn muur hangen. Dat was een soort van agenda van... een kalender eigenlijk geworden met al die Polaroids. En dan schreef ik er de datum op de tape, zeg maar. En zo hingen ze gewoon met tape aan mijn muur. En dat heb je in het museum. Dat heb ik gewoon in dat museum ook gedaan, ja. Vet. Cool. En dat heb je in Canada gedaan? Dat heb Polaroid. Je thuis gedaan. Dat heb ik weer thuis gedaan, ja. Hey, en je bent in deze 2 boeken jezelf gaan fotograferen, maar in Canada heb je ook andere dingen gefotografeerd. Nou ja, ik heb mijn zusje gefotografeerd en ik heb natuur gefotografeerd. Ik weet watervallen. Ja, en, ik wilde gewoon alles wat ik super mooi vond, wilde ik gewoon vastleggen of zo. En het is wel grappig, want ik kan niet echt zelfportretten maken met iemand anders erbij. Maar als mijn zusje erbij is, maakt het eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Nee, dat voelt goed. Ja, want ik heb met haar ook toen ik 16 was gefotografeerd. Dus dat is echt helemaal niet ongemakkelijk of zo. Maar was het ook niet een soort van zoektocht naar... of een soort van... een zoektocht naar wat kan ik nog meer fotograferen? Of is het nog steeds wel bij jou zelfportretten? Of ben je langzaamaan ook aan het kijken van hoe kan ik... nog meer fotograferen? Ja, in Canada ging ik in ieder geval eigenlijk soort van met het doel om mijn zusje en mij samen veel duo-portretten te maken. Mm-hmm. Dat was eigenlijk mijn doel. Uiteindelijk hebben we denk ik 1 duo-portret gemaakt. En voor de rest was alleen maar zij, ik en natuur, omdat ik dat gewoon... Ja, dat gebeurde gewoon. Dat vond ik dat... Ik heb me heel erg intuïtief laten leiden, soort van... Wat ik ging fotograferen. En even kijken. Ja, nou, daar ben ik dus weer teruggegaan naar zelfportretten. En nu ben ik wel... Ik fotografeer soms wel eens andere mensen. Mm-hmm. Maar ik vind dat nog steeds heel spannend. Dus ik doe het niet heel veel. Want ik ben bang dat als ik dat weer te veel ga doen... dat ik dan een soort van weer depressief raak. Misschien is dat wel helemaal ongegronde angst. Maar het zit er toch. Dat idee heb je nog. Ja. Nou, ja. Dus ik doe het niet te veel, maar... Ik merk dat is eigenlijk waarom ik het net vroeg. Omdat ik juist het andersom misschien dacht. Yeah. Dat je ook andere dingen wil gaan fotograferen. Omdat zelfportretten, kan me heel goed voorstellen... dat je juist heel erg weer doet denken aan die periode het was. Dat is dus helemaal niet zo. Nee. Omdat het letterlijk en figuurlijk... Je bent hetzelfde proces aan het ondergaan... Ja. Wat je ook in al die kliniekkamers hebt ondergaan. Ja. En je ziet in je beelden natuurlijk ook, jezelf beschadigen. Ja. Dus dan kan ik me goed voorstellen dat je dan juist door jezelf te fotograferen te veel terugdenkt aan die periode. Mensen zeggen wel eens, vooral mensen die me niet zo goed kennen, van weet je wat jij zou moeten doen? Een keer een ander fotograferen. Denk top, dankjewel. Heb ik er nooit over nagedacht. Dus, het is voor mij niet confronterend of zo om dat terug te zien. Ook al met allemaal littekens of zo. Eigenlijk zie ik het zelf ook niet. Het is, ik kijk gewoon heel anders naar zo'n beeld. Mm-hmm. Ik, Ik kijk ook helemaal niet naar of ik er wel goed of lelijk of oncharmant op sta of zo. Dat maakt me eigenlijk allemaal niet zo uit. Puur en om de emotie in dat beeld. Ja, het gaat echt om die emotie. En ik kan ik ook heel snel zien. Ik ga door al die foto's heen en dan is het klik, 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 klik. Oh, tof. Klik, 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 klik. Oh, tof. En later zie ik pas, oh, deze is onscherp. Oh, deze is wel scherp. Oh, prima, prima, prima. Ja, en als dan daar blijkbaar een arm op staat die met een litteken erop... Ja, dat zie ik eigenlijk helemaal niet zo snel in die selectie. Ik vind dat zelf eigenlijk best wel snel... Vond ik het heel normaal eigenlijk. Ja. Dat er mensen zaten te kijken en dat ik dacht, waar kijk je naar? Oh ja, ik heb natuurlijk littekens op mijn armen. Nou ja, en denk een teken van een heel goed voorbeeld hiervan... vond ik dat met de box. Ja. Want dat vond ik super schattig dat je toen... de box was klaar. Ja. Als voor je tentoonstelling. En we werden door jou uitgenodigd in de gallery. Ja. En toen had je helemaal mooi... naambordjes gemaakt. Was echt trots. Ik heb de box helemaal zelf gemaakt. Ook dat doos ook helemaal zelf gemaakt. Ja. Ik was super trots. Ja. En het is ook waanzinnig mooi geworden. Maar wat ik daarbij wel ook heel erg mij is bijgebleven... is dat wij daar toen zo op een rijtje zaten... Mm-hmm. om dat open te maken. En jij zat aan de andere kant en jij zat echt zo van... Yes, 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 ze gaan hem nu openmaken. Ja. En jij was natuurlijk veel meer bezig met... Nou ja, je bent bezig geweest met die box. En je bent bezig geweest met het boekje. Ja. En dus je was eigenlijk zo enthousiast over... dat wij dat moesten gaan openmaken. Ja, jullie hadden vet heftige beelden. Ja, en die doos gaat open. En ik haal het boekje eruit. En ik kende natuurlijk je werk allemaal. En ik bladerde dat zo door. En ik zag jou zo zitten aan de andere kant van... Oh. Ja... En toen keek ik in het boekje en toen dacht ik weet even niet hoe ik me nu moet voelen. Snap je? Ja, ik snap het heel goed. Want dat was zo tegenstrijdig. Ja. Want als ik dan zo keek en ik keek dan zo, dan dacht ik, nou, dat kan niet dezelfde persoon zijn. Dat was heel bijzonder, want in het boek of in de box zitten 2 boeken, waarvan Canada. Ja, I Survived Another Day. I Survived Another Day, dat is het boek geworden wat je in Canada gemaakt hebt. Ja, precies. Ja, wel met foto's van terug, maar inderdaad. Ja, maar er zit ook een ander boekje bij en daar zullen we niet te uitgebreid op ingaan, maar dat beschrijft wat rituelen die jij had vroeger. Ja. En vooral dat boekje vond ik vrij heftig om te lezen. Ja, is intens. En dat vond je zelf ook, dat zei je ook, van nou, weet je... Pas even op, het kan vrij heftig zijn. Ja. En dat vond ik heel heftig. Ja. Maar daarom vond ik het des te tegenstrijdiger. Ja. Dat ik dan het boekje zat te lezen en ik eigenlijk een soort van niet heel goed wist hoe ik me moest voelen. Want aan de ene kant was ik een soort van heel sad, heel verdrietig. Zo van, maar ik vind dit eigenlijk helemaal... Ja. Weet je wel, ik wilde het heel graag zien. En het, maar aan de andere kant voel je wel van, nou ja, dit is wel... ook wel weer heel extreem persoonlijk. Heel extreem. En dus die emoties heb je terwijl je boekje zit lezen. En dan kijk je omhoog en dan zie je alleen maar een soort van super hyper meisje aan de andere kant zitten. Die eigenlijk een soort van verwacht van en. Maar ik was zo trots. Ik had echt een jaar op dat boek zitten broeden soort van. Dus ik ben dan al lang dat heftige voorbij. Maar dat geeft wel mooi weer dat je daar dus helemaal niet mee bezig bent met op dat moment. Voor jou is het dan, hoe gek het ook is, zo normaal geworden. Ja. Dat je daar dan niet meer mee bezig bent. Ja. Maar voor mensen die het voor de eerste keer kijken... en er zullen vast ook mensen zijn die nu dit zitten te luisteren... en die nu voor het eerst naar jouw website gaan... die waarschijnlijk ook zo'nzelfde... Hoor je dat vaak of niet? Of zijn mensen daar misschien niet altijd even eerlijk in? Dat ze zeg maar geschrokken zijn of zo? Ja, nou ja, dat ze... want je doet ook wel... kijk, ik kan me voorstellen als je een museumshow hebt in Groningen... of in Assen... dan... dat was een solo tentoonstelling. Ja. Dus dan gaan mensen naar binnen die weten... die weten nou, nu gaan we krijgen. De wereld van Laura instappen. Ja. En dan word je misschien wat gematigder. In je gaat niet heel enthousiast daar rondlopen. Nee, precies. Maar je werk hangt ook wel eens op beurzen. Ja. Ja. Waarbij mensen van Richard Avedon naar de hedendaagse fotografen. Ja. Alles komt daar voorbij. Ja. Maar jij hangt daar ook. Ja. En nu was de laatste tijd Canada. I Survived Another Day. Ja. Wat minder grafisch heftig is. Maar daarvoor heeft natuurlijk dat andere werk er ook gehangen. Ja. Heb je dan bij mensen... hoe zijn dan reacties? Want dan verwachten mensen het soms niet. Nee. Heb je daar wel eens... Ja, ik denk dat ik toen ook wel hetzelfde een beetje heb gehad als jij. Dat er mensen... best wel in stilte voor die foto staan. En dat ik daar alleen maar zo sta van... Oh, kijk hoe mooi het is ingewijst. Ja. Dat ben ik. Ja, ja en daarvoor denk ik dat ik gewoon wel veel te onbewust was... van hoe heftig het eigenlijk ook echt overkwam. Omdat het gewoon heel normaal was, inderdaad. Dus dan dacht ik echt van... maar hoe kan dit nou jou raken? Want het is echt... Hoe kan dat? Maar het kunnen natuurlijk twee emoties zijn. Het kunnen meerdere emoties zijn, maar er zijn twee emoties die voor mij het meest voor de hand liggen. Dat is of een soort van schrikreactie. Ja. En zeggen van, maar dat hoef ik niet te zien. Ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Of juist een reactie, een soort geëmotioneerde reactie. Ja, van wat mooi of wat heftig of vertel je verhaal. Of ja, precies. Wat komt jou het meest... want ik kan me voorstellen dat als mensen... Jij zit daar zo middenin en je hangt het op... en je bent daar heel trots op om ook jouw verhaal te vertellen. Ja. Kan ik me voorstellen dat die reactie van... dat niet een leuke reactie voor jou is. Maar terwijl ik hem wel ook kan begrijpen. Ja, nee, eigenlijk heb ik dat ook wel altijd wel begrepen, soort van. Ook bij die solo was er ook een mevrouw die even haar dochter kwam afzetten of zo. En toen had die dochter gezegd, anders loop je toch even mee naar binnen. Die schrok zich te pletter. Mm. Dus die was, nee, ik ga nu weer naar buiten. En ja, dat begrijp ik. Als je echt er totaal niet op voorbereid bent, dan is het natuurlijk echt super heftig. Ja. En dat mag je gewoon dat vinden. Ik kan daar dan op een gegeven moment niet zoveel mee... behalve zeggen, nee, tuurlijk, prima, ga naar buiten. En ik weet niet of ik dat ook zo zou ervaren... dat ik iets te heftig zou vinden en dan... Dus ik kan me daar niet zo goed in verplaatsen. Je moet een beetje een... het is heel gek, maar je moet er een soort van in de stemming voor zijn. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat als jij in een onwijze happy place bent... Ja. Dat dan een reactie kan zijn. Ja. Maar aan de andere kant... want jij bent heel vaak dan er ook bij. Ja. Als jij namelijk 8 foto's op een muur hangt... en dat is het enige wat je met je kijker communiceert... Ja. Dan snappen mensen denk ik ook niet in eerste instantie... Wat het is waarnaar ze zitten te kijken. Ja, dat is ook. Dus je hebt ook een stukje verhaal nodig. Ik heb wel het idee dat inderdaad soms op bijvoorbeeld een unseen of zo... dat er dan natuurlijk een set van foto's hangt. Echt super mooi ingelijst en zo. Maar dat er natuurlijk veel mensen zijn die... Je ziet al zoveel beelden dat je kijkt en niet meteen de emotie meeneemt. Dus die kijken en die lopen natuurlijk gewoon weer door. En op het moment dat ik er dan bij sta, dan in eerste instantie herkennen veel mensen me niet, dat ik dezelfde persoon ben. Sommige mensen die zie je wel zo kijken en denken, wacht eens even, dat is de persoon die hier geportretteerd wordt. En dan wordt het ineens heel echt voor die mensen. Ja, en wordt er wel eens gevraagd van, en heb jij dit gefotografeerd als in, heb jij dit meisje gefotografeerd? Ja, nou, ik heb... beseffen mensen zich soms niet dat jij het bent die erop staat? Ja, ik heb wel eens naast een vrouw gezeten en er was een expositie en er was één bankje was er nog over en ik wilde even zitten en dat bankje stond tegenover mijn eigen foto. Dus ik ging met mijn rug eigenlijk naar mijn foto toe zitten, want ik dacht, ik ga er niet de hele tijd naar zitten kijken, is ook een beetje raar. Er kwam er een vrouw naast mij zitten en die ging dus wel, die keek wel naar mijn foto en die zei, wat een prachtige foto... bla bla, en wie ben jij? Heb je ook gefotografeerd? Ik zei, ik heb toevallig die foto gemaakt. Oh, wat mooi, ja. Kijk, hier hou ik dan zoveel uit. En dat, die vrouw, die heeft dan echt wel zwaar. En ook prachtig gespierde benen. En toen dacht ik echt, wanneer is nu het moment om te zeggen dat ik dit ben? Ja. En op een gegeven moment zei ze, heb je dan... Ik zei, vertelde iets over, ja, psychiatrische inrichting, is dat gefotografeerd? Want dat vroeg ze. En toen zei ze, en heb je dan toestemming aan die vrouw gevraagd? En toen dacht ik, ja. Nee, ja. Dus ik zei, nou, het zijn zelfportretten. Dus ik ben het zelf. En ik heb ook zelf de foto gemaakt. En wat zei ze toen? Nou, ze werd echt knalrood. Echt, wat heb ik nou allemaal gezegd dan? En ik had wel heel erg met haar te doen. Maar ja, ik wist niet het moment wanneer ik moest ingrijpen. Jij dacht, maar ja, gespierde benen. Ja, wow. Echt goede schouders, zei ze. En ik dacht echt, oké. Dat mooie haar. Ja, nee, dat zei ze ook allemaal. Ja? Dus ze zei allemaal positieve dingen. Dus ik zei, nee, je hebt alleen maar positieve dingen gezegd hoor. Oké, gelukkig zat ze daar. Dat is heel schattig. Hey, maar zou jij zeggen dat je werk dus meer tot recht komt in een museale tentoonstelling dan op een beurs? Ja. Omdat je meer je verhaal kan vertellen? Ja, en omdat er meer focus is op in een museale context. Mensen lopen daar doorheen, nemen de tijd. En bij een beurs... en je kan misschien ook wat meer achtergrondinformatie... Ja, precies. En het ook, zoals ik het in Assen heb gedaan, heb ik het ook zelf... wel met hulp natuurlijk, maar vormgeven. En de relatie tussen foto's was daar heel erg belangrijk. En die Polaroids hingen er dan. En ik kon echt wel meer doen dan alleen maar foto's ophangen, zeg maar. En dat droeg echt wel bij aan de ervaring die de kijker of de bezoeker dan op dat moment had. En ja, dat zou ik echt wel vaker willen doen. Het was wel heel zwaar om dat allemaal te bedenken en er weer helemaal doorheen te gaan, zeg maar, om dat te maken. En maar dat zal je nog wel een paar keer ervaren. Ja, precies. Dus, maar het was wel even toen die expositie klaar was, dacht ik, binnenkort even niet weer een solo-expositie zelf maken. Maar ja, dat gaat wel weer komen. Hopelijk. Ja, ben je met iets stiekem bezig? Nou, ik ben niet echt nu met exposities bezig. Ik ben nu weer meer bezig met werk maken. Mm-hmm. Ik ben bezig met een serie over... de Inconvenient Bodies. Dus ik zet mezelf in de meest ongemakkelijke posities neer en kijk wat voor vorm daar eigenlijk uitkomt. Is het de tentoonstelling in het Museum Hilversum? De VR. Om even een stukje achtergrondinformatie bij hebben. Allebei een tentoonstelling. Ons werk hangt op een tentoonstelling momenteel in Museum Hilversum. Ja. Tot en met september. En dat is onderdeel van de collectie van Roy en Lindy Kahmann. Ja. En de Kahmann Gallery collectie. Ja. En ons is beide gevraagd, en Carla van der Puttelaar, om iets te doen met virtual reality. Ja. Wat was jouw eerste reactie? Ja, ik vond het dus heel tof. Ik hoorde dat jij niet zo enthousiast was. Ik was niet zo enthousiast, nee. Ik vond het heel tof. Ik dacht echt, ik heb geen idee wat ik ga maken, maar cool, geef me de studio. En, en ik had het juist van, joh, nee, dat is een gimmick, dat moet ik allemaal niet doen. Ja. Hoe kan ik nou mijn werk in virtual reality... Ja. Ik zag mezelf al met zo'n bril opzetten. Ja. En toen toch overtuigd van, doe het nou maar. Ja, ga nou maar een keer kijken. Ja. Toen langs geweest bij het bedrijf dat ons geholpen heeft. Ja. En redelijk overtuigd toen. Ja. Nou, dat werk hangt, ligt, staat, zit nu in het Museum Hilversum. Ja. Je kan dus voor ons werk staat een stoel en er hangen twee brillen. Ja. Die kan je opzetten en dan waan je jezelf even in een andere wereld. In mijn geval is dat een soort behind the scenes tijdens een naaktshoot. Ja. Want de hele tentoonstelling gaat over naaktfotografie. Ja, Nude Now. En dus bij mij ben je onderdeel van het maken van een werk. Ja. Bij jou... sta je eigenlijk midden in je werk. Ja, en klopt. Is dat een onderdeel van waar je nu mee bezig bent? Want ik heb de bril opgehad en eigenlijk wat je ziet... Nou, mensen moeten het zelf gaan zien, maar als ik het even zo vluchtig moet... je zet de bril op en je kijkt om je heen... en je ziet eigenlijk op 4 verschillende plekken... links, rechts, voor, achter... zie je jou staan in de meest ongemakkelijke posities. Ja. En dat is heel zwaar om 4 minuten lang zo te staan... Nee, ik vond dat dus heel interessant. Ik ging dat fotograferen en ik weet niet, er kwam een bepaalde nuchterheid of kracht uit zo'n heel ongemakkelijk en totaal niet met het schoonheidsbeeld te maken. Gewoon wat kan het menselijk lichaam? En nou ja, bij mij is dat een vrouwelijk menselijk lichaam. Maar wat kan het? En welke spieren doen wat? En dat begon ik heel interessant te vinden van welke vorm dat allemaal aanneemt, soort van. Dus ik had op een gegeven moment, toen ik die VR ging maken, had ik soort van Ik had 4 foto's waarvan ik dacht, nou, die zou ik daar dan in kunnen verwerken. Dus die posities, die houdingen, ga ik dus in die VR doen. Wat heel moeilijk is, want het is echt lastig om een houding weer na te bootsen. Dat je dan, ja, ik heb die foto gemaakt, maar... Ga nog maar een keer zo staan en dat het hetzelfde gevoel heeft. Dus het is wel iets anders geworden, maar de... absurditeit is misschien nog wel op eenzelfde niveau, zeg maar. Dus dat is wel heel grappig. En je bent het dus ook aan het fotograferen? Ja. Voor een nieuw project? Ja. Of als onderdeel van een nieuw project? Ja. Wordt dat een boek? Zou ik tof vinden. Ja, ik moet even kijken hoe dit loopt, zeg maar. Ik kan niet van tevoren echt zeggen van dat wordt een boek. Dat deed ik bij het UCP wel. Je bent nu niet per se bezig met het maken van een boek. Nee. Meer nog een soort van ontdekken of dit iets wordt. Of weet je wel al van, nou, dit is een vorm die mij past. Ja, een boek zou ik wel heel, heel tof vinden. En het is ook echt wel een prettige manier om je werk de wereld in te krijgen, soort van. Dus het is eigenlijk... een boek bedoel je? Ja, een boek is echt wel... Iemand koopt dat en weet meteen... Oké, daar sta je nu, soort van. Dus ik ben een beetje outdated met mijn UCP-boek. Want dat is allang het werk niet meer wat ik nu maak. Dus het zou wel fijn zijn als er weer op een gegeven moment... Ja, want voor mijn idee, want dat weet ik eigenlijk niet. Het boek wat hierin zit in de box... Ja. Daar is geen ander boek van gemaakt. Nee, dit is gewoon de enige ja, dat heb ik echt voor de expositie... Feeling so special now. Ja, goed bezig. Ja, zo hard gewerkt, zo hyper. Ja. Maar dat lijkt me wel... wat dat betreft ook wel lastig om... ik kan me voorstellen dat je ook op zoek bent naar een vorm van zelfportretten... Ja. Die niet meer heel erg op UCP gebaseerd zijn. Het is inderdaad... Dus je bent nu meer aan het verder kijken naar... hoe kan ik mezelf fotograferen? Ja. En halen we eigenlijk het stukje depressie uit dat verhaal? Ja, in ieder geval ook wel het persoonlijke psychische stuk, zeg maar. Ja. Dat niet meer... Het moet nu over beeld, meer over... Ja, en... Beeld of meer over jou gaan, maar... Het mag... het hoeft in een andere vorm. Precies, het hoeft niet per se over mijn persoonlijkheid te gaan, maar ik gebruik mijn eigen lichaam om uit te beelden, wat ik vind. Ik vind bijvoorbeeld die ongemakkelijke houdingen. Mensen voelen zich dus dan ongemakkelijk als ze bijvoorbeeld ergens een buik zien of zo. En ik heb daar absoluut geen probleem mee. Ik vind het eigenlijk allemaal wel grappig. Menselijk. Ja, ik vind het heel menselijk. En dat vind ik heel, als iemand ook tegen aan mij vraagt... ja, hoe vind je dat ik er nu uitzie? Denk ik echt... zo zie je er gewoon altijd uit. Gewoon. Dus ik denk dat het op die manier... een beetje vertaling van mijn eigen visie is... van het niet zomaar ergens gek van opkijken, zeg maar. Mm-hmm. Dus zo ben ik nu die lichamen... als een soort van... Het is echt een sport om elke keer zo'n shoot te doen, want... het lijkt me echt super komisch om daarbij te zijn. Ja, ik heb wel eens naakt in mijn tuin gelegen en ik heb schutting om mijn tuin. Dus ik dacht, niemand ziet dit. En toen keek ik ineens naar mijn keukenraam. Toen dacht ik, dit weerspiegelt echt vol waar ik nu lig. Dus ik lag daar met mijn benen wijd en ik dacht, oh my god. Goed, gelukkig ben ik al klaar met fotograferen. Maar het is wel grappig. Dus voor alle buren die nu luisteren. Ja, precies. My apologize. Maar het is hartstikke menselijk, hoor. Het is super menselijk. In je birthday suit. Ja, het is wel grappig. Nee, maar het lijkt mij heel grappig om daar een soort van... Hoe dat gaat. Ja. Want ik kan me heel goed voorstellen, jij bent dan daarmee bezig. Jij denkt, nu dan zet je je camera neer. Zelf ontspannen. Je fotografeert dan natuurlijk analoog. Nee, het is nu weer digitaal. Dit is eigenlijk digitaal. Combineer ik het een beetje, maar meestal digitaal. En dan zet je dat neer. Ja. En dan ga je dan staan. En dan denk je, of liggen. Ja, en dan denk je, dan ga ik nu helemaal... Ja. Nou, het is wel grappig, want ik dans ook. En... Schiet jezelf niet eens heel vaak in de lach? Of ben je op dat moment mega serieus daarmee bezig? Nee, ik ben echt mega serieus daarmee bezig. Ja, ik schiet al zou ik het zelf moeten doen. Ik ben natuurlijk daar helemaal niet mee bezig. Nee. Maar dan zou ik op een gegeven moment een soort van bird's eye view, weet je wel, zo van... Nee, ik ben er echt helemaal niet mee bezig hoe grappig dat eruit... Ja, toen ik die buren in de weerspiegeling van mijn raam zag, moest ik wel heel hard lachen natuurlijk. Maar op het moment dat ik dat maak, dan probeer ik eigenlijk gewoon echt zo rare mogelijk houdingen aan te nemen. En ik dans dus, ik doe hiphop. En dus daarin zijn er bijvoorbeeld soms houdingen en dan denk ik... Oh ja, oké, als ik dat nou eens als basis neem. Bijvoorbeeld, dan ga je dus met je benen wijd echt zo onderuitgezakt staan. En dan neem je dus dat als houding, als beginhouding. En vanuit daaruit gewoon alles, elk gewricht kun je draaien. Dat is een beetje mijn motto. Mm-hmm. Dus ja, ga maar eens beginnen met elk gewricht draaien. Ben je al geblesseerd geraakt? Nou, ik heb wel een keer last van mijn enkel gehad inderdaad. Ja, toen dacht ik, kwam dit door de hakken of door... Ja, nee, dat komt wel door de fotoserie van gisteren. Ja. Want je bent dan jezelf... Je hebt helemaal geen kleding aan. Het draait echt soms om je lichaam. Of draait het om het bijna object maken van jezelf? Het object maken. Ja. Of het zelfs dierlijk maken of object maken. Maar soms heb ik wel kleding aan en soms ook niet, maar... Daar draait het dus helemaal niet om. Nee, soms vind ik het wel prettig of zo om bijvoorbeeld in de tuin nu dus wel kleding aan te hebben. Dat helpt nu wel. Alleen, en je voelt je er iets prettiger bij. Er is wel echt een verschil tussen helemaal naakt zijn en wel kleding aan hebben. Want dat helemaal naakt, dat, ik weet niet hoe dat voor andere mensen is, maar dat voelt heel natuurlijk of zo, heel vrij. Echt, er zit niks in de weg en er heeft ook niks te maken met... dat hoe je eruit moet zien, want het is echt heel lichamelijk of zo. En dat heb ik wel nodig om van die hele vreemde, natuurlijke houdingen, om dat interessant te vinden of zo, om dat ook te voelen. Dus ja. En leg jij, natuurlijk ben je heel bewust van je omgeving op zo'n moment. Ja. Heb je daar een soort van standaard, een vaste vorm nu ingevonden voor dit project? Doe je het bijvoorbeeld alleen maar, ik hoor je namelijk zeggen buiten fotograferen. Maar je hebt ook wel in de studio dingen gedaan. Ja. Wordt het een combinatie? Ja, het gaat meer om het lichamelijke eigenlijk. En ik denk dat ik ben er nog heel erg mee aan het experimenteren. Ik heb dus buiten gefotografeerd, inderdaad. Ik zou het ook wel tof vinden om een keer niet alleen in mijn tuin, maar ergens in een of ander natuurgebied of zo te gaan staan. Het lijkt me niet een heel strak plan om het midden op de Dam in Amsterdam te gaan proberen. Maar gewoon... Ik denk dat je wel al wat publiciteit voor je boek hebt dan. Ja, nee, maar het gaat ook wel om het gevoel van vrijheid hebben. Maar ook het gevoel van alleen... dat doen. Ja, precies. Ja, er moet echt niemand het kijken, want dan... ben je niet... Ik bedoel, je gaat ook... Als ik... Ik weet niet hoe dat bij andere mensen is hoor, maar ik ga niet als ik naakt ben bij iemand anders volledig met wijdbeens zo zitten, want dat voelt niet prettig. Nee. En dat doe je wel als je alleen bent. Dan maakt het echt niks meer uit. Ja. Dus dat level van je oké voelen met naaktheid is wel belangrijk. Ook al weet je dat dan daarna misschien mensen het wel zien. Ja. Ja, dat maakt dan niet meer uit, want dan ben je er niet meer bij als ze het zien. Ja, klopt. Dat is het meer. Of... Klopt. En dan is het ook een soort van verschuild achter het is kunstfotografie. Ja, oké. Dus dan mag dat. Ja, en er is, het wordt ook niet heel snel ordinair of zo, omdat het gewoon... Nee, het is geen naakt Playboy, penthouse-achtige vibe. Juist, het gaat juist om vorm en om lichaam. Precies. Dat heb ik zelf, vind ik dat ook. Ik fotografeer natuurlijk heel veel modellen naakt. Ja. En dan gaat het mij ook niet zozeer om dat iemand nou per se naakt is. Nee, precies. Maar gewoon omdat dan de vormen van een menselijk lichaam zo mooi zijn. Ja, en ook geen afleiding door een onderbroek dat net verkeerd zit of lelijk is. Of, Ja, het is een van de oudste onderwerpen in de kunst. Ja, precies. Ja. Dus dat zal ook wel een reden hebben. Ja. Nou, cool. Waar ben je nog meer mee bezig? Want je hebt een Patreon. Ja, Ik heb Patreon. Patreon is echt super chill. Vertel, want ik ben geen... ik ben daar niet in bekend. Nee. Dus ga mij nu eventjes uitleggen waarom ik dat overtuigen. Moet doen. Ja. Ja. Nee, ik heb inderdaad Patreon... Ik kwam een tijd, een jaren geleden eigenlijk al tegen... van mensen die podcasts doen. En... hele rare mensen. Hele rare mensen zijn dat, ja. Nee. Dus, en dan brachten ze een podcast uit... en mensen die dan via Patreon dat lid waren... die konden dus tegen maandelijks bedrag... of tegen dat per keer dat die podcast uitkwam... nou ja, werd er automatisch dat betaald. En zo konden zij dus die podcast uitbreiden... en werden zij, nou ja, leefden zij op een gegeven moment... van dat podcast systeem. Patreon, ja, van Patreon... En dus ik dacht, ja, leuk, dat zou ik ook wel willen, maar voor mijn fotografie, ik weet niet hoe dat helemaal passend gaat zijn. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar de wereld verandert en alles, er is zoveel digitaal mogelijk. En ik heb me er wat meer in verdiept en toen dacht ik, ja, ik kan een soort van behind the scenes gaan maken, want ik werk altijd alleen. Dus er is niet echt behind the scenes materiaal van mij. En daar bleken mensen eigenlijk wel geïnteresseerd in te zijn. En ook nieuw werk dat ik die dag gefotografeerd heb. Dat ik er dat dan van die avond al opzet, bijvoorbeeld. Of misschien meteen daarna. En omdat het dan een groep is die mij support. Dan geloof ik ook wel dat ze dat allemaal interessant vinden... om ook de mislukkingen bijvoorbeeld te zien. En daarbij was ik ook wel een beetje huiverig geworden na... die media-aandacht van het hele UCP-gebeuren... om nieuwe dingen op internet te zetten. Omdat ik dacht, ja, zo gaat het weer ergens mee aan de haal. Hoe bedoel je dat? Nou, dat er... het werd toen zo druk met interviews... en die UCP-serie die werd overal gepubliceerd. En ik was er nog niet klaar voor... om een nieuwe serie ook zo gepubliceerd te hebben al. Ja, ja. En ik wist niet hoe dat ging lopen. En... Dus je dacht eerst in een soort besloten... Precies, ja. Groepje mensen dat een soort van... Voordat het misschien... Ja, precies. Ja, dus mijn patrons die wisten al bijvoorbeeld dat ik een VR ging maken. En die zijn ook... Nou, daar heb ik foto's erop gezet van dat we bezig waren met het maken en dat soort dingen. Dus... eens in de 4 maanden maak ik een boekje met het werk van dus die afgelopen 4 maanden. En... De hoogste tier, de hoogste tegenprestatie, die krijgen dus dat boekje opgestuurd. Ja, Patreon, dat patroon is het ook wel. Volgens mij in Nederlands Patreon. Ik weet niet, dat is al heel oud. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Michelangelo had het volgens mij ook. Dus dan waren er gewoon een paar mensen die... stimuleerde hem in zijn werk. Ja, en zijn onkosten in zijn... Ja, het concept is niet nieuw. Nee, maar, precies. Maar dat is nu wel nieuw. Maar dat geeft jou ook financieel een stukje... Om ook nieuwe projecten en nieuwe dingen te kunnen gaan doen. Ja, alleen al gewoon film kopen of Polaroid kunnen kopen. Of doeken voor het achtergrond. Of, het geeft wel veel vrijheid om gewoon elke maand dat bedrag... een soort van om een rekening te krijgen en dan... Daarmee geef ik mezelf toestemming van... dit mag ik uitgeven aan nieuw werk maken. En dat is heel fijn om dat gewoon zo te hebben. En, je weet waar je aan toe bent. En, precies. En hoe werkt dat? Want dat is een maandelijks bedrag. Ja. En hoe meer je per maand betaalt, hoe meer je krijgt. Ja, toegang je krijgt of iets. Ja. En vanaf welk bedrag is dat? Het begint op $3 per maand. En dan krijg je toegang tot de behind the scenes Instagram. Mm-hmm. En dan heb je die van $7,50. En daarin krijg je ook toegang tot artikelen. Bijvoorbeeld over hoe ik mijn hele expositie toen gemaakt had. En hoe boeken bijvoorbeeld vormgeef of video's produceer. Dat schrijf je op? Daar schrijf ik ook over. Ja. En dan is de hoogste, die is van $25 per maand. En die is dus voor die boeken. En dan krijg je alles. Dan krijg je ook boeken. Alles, maar ook die boeken dus inderdaad. Dus en dat is wel heel cool. Mensen vinden het echt wel heel leuk. En het is nu ook, want een aantal mensen die durfden het met Patreon niet via die website. Die snapten dat allemaal niet zo goed. Mm-hmm. Dus dan kan het nu ook op factuur. En dan betaal je voor een jaar vooruit. En dan krijg je alsnog, heb ik een omweg gevonden... Niet zo hard tegen Patreon zeggen, maar... maar die luisteren helemaal niet. Nederlands, precies. Ja. Maar daardoor kan je alsnog een soort van Patreon zijn, maar zit je niet aan dat Patreon-platform vast. Ja, dus mensen die dat via Patreon willen doen, die gaan naar de patreon.com/LauraHospes. Ja. En de mensen die dat via de andere weg die niet bestaat wil doen, ja, die kunnen gewoon jouw mailtje sturen. Precies. Ja. Ja, het staat ook op mijn website, staat heel duidelijk Patreon. En dan klik je op onder het menuutje en dan zijn we allemaal uitgelegd. Dus dat is wel prima. Nice. Ja. Dat is echt leuk. Ik denk dat wij een beetje aan het einde komen. Ja, kan. Vond je het tof? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, goed gesprek. Mooi. Lekker kort. Niet... Ja, gewoon, ja, prima. Nou ja, weet je, ik heb de tweede aflevering opgenomen met Brian Elstak. Ja. En daar raakten we allebei zo aan de praat dat we, geloof 2 uur en 10 minuten bezig waren. Waardoor ik uiteindelijk het niet in één deel geüpload kreeg. Ja. Dus ik heb nu af en toe eventjes opzij gekeken van hoe lang zijn we bezig. Ja. Ik vond het een heel mooi gesprek. Ja. En ik geloof, ik kreeg een soort tip van iemand. Dus dan inmiddels een aantal afleveringen online. Tip van iemand om aan het einde van de aflevering dan te gaan zeggen van... je moet dit ook wel liken. Oh, en je moet hier dus ook een soort van rating achterlaten. En je moet ook... Okay. Dus mensen die gaan allemaal dingen doen nu. Even, ja. Doe dingen, jongens. Doe dingen. Luisteraars. Gewoon, doe dingen. Het blijft leuk. Ja. Toch? Ja, cool. Ja. En als jij dan volgende keer klaar bent met jouw project... Ja. Dan gaan we gewoon weer praten. Leuk. Ja, cool. Vind je dat cool? Ja, vind ik cool. Ja. Ik vind het ook cool. Dankjewel dat je er was. En wie komt er hierna? Of heb je al een... hierna is vakantie. Oh, nee, ik dacht... Ga ik met mezelf praten. Oh, ja. Oh, je zou zelfportretten moeten proberen. Een zelfportret via de podcast. Ja! Nee, ja. Ik heb er nu een aantal opgenomen. Ja. En... ik ga nu eerst even vakantie vieren. Ja, dat snap ik. Daarna wordt het een gek huis. Ja. Maar ik heb nog wel een lijstje met mensen die ik heel graag wil. Dus dat gaat helemaal goed komen. Cool. Ik zeg dankjewel. Ja. En als mensen dus jouw werk willen zien, gaan ze naar www.laurahospes.com. Yes. Ja. En dan zeg ik adios. Adios, amigos. Bye. Bye.